Hallo CryptoCoiners, hartelijk welkom. We moeten even een paar dingen regelen. Er zijn van die avonden dat alles wat mis kan gaan ook daadwerkelijk misgaat. Vanavond was zo'n avond. Misschien ben je daar wel het slachtoffer van geworden, want de stream die we hadden voor het CryptoCoiners Café was niet de juiste. Hij stond op verborgen en dat betekende dat mensen die gewoon op YouTube kijken de stream niet konden zien. Dus ik heb dat even snel moeten aanpassen en als gevolg daarvan moesten een aantal mensen die er net nog bij waren even opnieuw, zoals het heet, inloggen. Het kan zijn dat je zometeen nog een aantal mensen ziet binnenkomen die heel verward zeggen van hé, wat is er aan de hand? Waarom was de stream opeens weg? De reden was dus, de instelling was fout. Degene die de streams samenstelt had waarschijnlijk even niet goed gekeken naar de verborgen en openbaar opties. Lang verhaal, komt wel weer goed. En los daarvan zag ik dat het camerabeeld ook niet helemaal optimaal was. En volgens mij heb ik wel geluid. Ja, dat ziet er in ieder geval goed uit. Super, wat een chaos. Oké, eerst eventjes deze trade. Voordat we zo meteen even naar de chat gaan en even mensen welkom gaan heten. Ik ga er maar vanuit dat ik te verstaan ben. Tik anders even in een van onze moderator, of in onze live moderator chatgroep als je wilt. Ja, of dat ik te verstaan ben. Dan weet ik in ieder geval genoeg. Ik zie dat Rogier en Carl er zijn. Sowieso al vanavond. Dankjewel, Carl. Oké, dan gaan we meteen maar even instappen. Nu we toch hier zijn. Er kwam net een melding binnen om precies 19:30 uur. En die zouden we even kunnen meepakken. Volume is niet goed. Dat zien we sowieso. Allemaal lege en platte candles. Bijna plat. Maar ja, waarom ook niet. De bandbreedte hier is prima. 1,5%. Zullen we eens kijken wat er gebeurt. Ik plaats een ask en een bid order voor deze bewuste opdracht voor precies een kwart. Nou, niet precies, maar ongeveer een kwart van het bedrag dat we te besteden hebben. En ja, ironisch genoeg zijn we al gevuld. Dit is heel bizar. Nee, we hebben gereserveerd op dit ogenblik. Ja, dat klopt ook. Nee, apart is, klopt dit precies nog? Wat raar, er staat te veel gereserveerd hier. Even kijken of hier iets raars aan de hand is. Laat deze maar even allemaal weghalen. Is er nog steeds gereserveerd? Nee, dat is heel bizar. Nog een keer proberen. Ask en biedprijs. Dit wordt een avond, mensen, kan ik je nu al vertellen. Dit is echt wet van Murphy in optima forma. Zo dan. Nou doet hij het wel. Oké, we zitten in ieder geval in de trade. Dat is wat. Dat kan ons in ieder geval niet meer ontgaan. Eerst even, we zitten nu helemaal in de trade. Eerst even de break-even lijn goed instellen. We zijn nu begonnen. En omdat ik in een standaard, min of meer standaard trade zit, ga ik hem ook op een standaard manier afhandelen. Hierboven zit wat weerstand, hier op ongeveer 0,5% in de plus. Daar vlak onder zet ik mijn eerste verkooporder, een limit sell order, voor de helft van wat we op dit moment hebben ingekocht. Zo, daar gaan we. En met de rest kan ik dan misschien zelfs nog een beetje gaan trailen. Ik plaats ook alvast maar even een bijkoopopdracht. Die zou moeten komen te staan op ongeveer breedte van de bolletje bands op het moment dat ik in deze trade stapte, 1,6%. Nou, dan gaan we er 1,7% onder zitten. 1,7, dat is ongeveer hier. Zo, als de prijzen zouden halen tot dit niveau, het zou kunnen, het zou me verbazen, maar het zou kunnen, kopen we nog een keertje bij voor 0,0025 bitcoin. Dat is dat. Nu ga ik nog even een paar alerts instellen. Hierom wil ik het graag weten als de prijs inderdaad begint te dalen. En hier wil ik het ook graag weten als de prijs inderdaad begint te stijgen. Zo, hier zijn we begonnen met de trade. Het is een 2-minuten trade trouwens, zoals je in de scanner ziet. De melding kwam om 19:30 voor de 2-minuten chart. Kwam trouwens al een melding voor de 1928 candle ook. Sorry, de 1926 candle ook. De melding wordt al een aantal keer op rij gegeven. Het is ook geen wonder als je kijkt naar hoe dit zich ontwikkelde natuurlijk. Oké, we gaan, trouwens ik zit nu op een 2-minuten chart te kijken. Dit is de feitelijke chart. Kijk, hier heb je hem. 3 keer achter elkaar. We zitten in de trade nu. Ik zei het al, het is een 2-minuten chart. En dat betekent dus dat we in feite, als hier een uur verstreken is, we 30 candles achter de rug hebben. Eigenlijk wat te lang naar mijn mening. Maar ja, goed. Het is op dit ogenblik echt zoeken naar de mogelijkheden, dat weet je waarschijnlijk. Ik ga even naar 20:32 om daar een melding te zetten en ook even op 21:32. Zo, nog even hier een stukje tekst intikken. Dit is de candle, of sorry, dit is eigenlijk de tijdstip waarop we zijn gestart met deze trade. Dat zet ik er nog even bij. Dan even terug naar alle indicators. Zo. Oké, als je net bent binnenkomen huppelen in opperste verwarring, omdat je dacht van, hé, hoe kan dat nou? Ik zat in het café en opeens was het voorbij. En hoe zat dat precies? Ik moest helaas even de YouTube stream van het café stoppen en een compleet nieuwe stream starten, omdat een instelling niet goed stond. Daar kwam ik gelukkig net op tijd achter. De stream stond namelijk op verborgen en niet op openbaar. En dat betekent dat we, hoewel jij binnen was, heel veel andere mensen niet konden binnenlaten.
En dat is natuurlijk ook niet leuk. Dus vandaar dat ik even voor deze niet al te populaire maatregel heb moeten kiezen. Sorry daarvoor als je daar last van hebt gehad. Ik kijk alvast even in de chat. Daar staan gelukkig alweer wat vragen. Ik heb net een vraag zien staan in de oude chat, die inmiddels niet meer live staat. Van iemand die vroeg iets over Binance BNB. Als jij nu hier weer bij bent, aarzel niet en stel die vraag gewoon nog even opnieuw. Wie zijn er allemaal? Charles, goedenavond. Carl, een van onze moderators, hallo. Kevin, Kevan, wacht, dit toeval bestaat niet. Om 7:28 Kevin Bollen en om 7:28 Kevan NL. Kijk, zo werkt dat, Kevin of Kevan. Leuk om dit te zien. Arno, hallo. Marco, hallo. Ritse, hallo. Esther, Robin Beemsterboer. Er komt weer een melding binnen van Sui. Die zag ik er straks ook al langskomen, vlak voordat het café begon. Heb ik toen laten lopen, want die candle, of die chart heeft nog minder volume dan deze chart al had. En dit is al niet echt spectaculair. Kijk, een volume, moet je nagaan, van 37 bitcoin. Normaal trade je natuurlijk never op een dergelijke chart. Maar hey, dit is het Crypto Corners Café. We zoeken hier eigenlijk bewust wat trades op die lastiger zijn. Want ja, een win trade, daar hebben we er een paar weken geleden alweer een stuk of wat van gehad. Ja, die zijn niet zo heel leuk om naar te kijken. Het is allemaal fantastisch als je iemand anders trades ziet winnen, maar je hebt er niks aan. Trades die lastig zijn, waar je zelfs misschien op verlies komt te staan, zijn eigenlijk veel spannender om naar te kijken. Vandaar dat ik bewust heb gekozen voor een trade met veel te weinig volume. 37 bitcoin over de afgelopen dag is echt drie keer niks. En je ziet het ook als gevolg van dat volume heel veel platte candles. Die streepjes die je ziet liggen, die liggende streepjes waar eigenlijk gewoon nauwelijks volume onder hangt. Deze candlestick bijvoorbeeld om precies 18:38 uur, daar is gewoon niet gehandeld. En deze candlestick is een beetje gehandeld, maar ook niet al te veel. Deze een heel klein beetje, deze ook een heel klein beetje. Hier is niks gehandeld. Ja, dat gaan we straks dus ook meemaken. We gaan absoluut straks in een situatie komen dat we gewoon niet kunnen uitstappen uit deze trade. Of dat het heel lang duurt voordat bijvoorbeeld deze order is gevuld. Nou, we gaan het allemaal zien zometeen. Harry, goedenavond. Jan ook. Ik sla misschien wat namen over. Sorry daarvoor. Er komen wat vragen in de chat alvast. Rogier heeft ze gekopieerd. Dankjewel daarvoor. Die pak ik sowieso op. Als ik ze niet zie in de YouTube-chat, pak ik ze sowieso straks even op in de moderator-chat. Rogier, goedenavond. Patricia, hallo, ik heb mijn naam. Linda, goedenavond. We zitten er weer klaar voor. Met de Birmaanse kat waarschijnlijk, want ik weet nog dat Linda over Birmaanse katten beschikt. Martin, goedenavond. Kees, Catharina, hi, goedenavond. Blind Man Trading, blijft een mooie naam. Goedenavond. Dag Eddie. Mijn dochter is er ook, Vivi. Hallo. Die zit overigens op haar vakantieadres nu en zou eigenlijk nu met hele andere dingen bezig moeten zijn dan met het Crypto Corners Café. Dus kind, ga gewoon lekker aan de sangria. Philip, hallo. Robin, ik heb een vraagje over de misschien naderende financiële crisis. Hou je daar ook al rekening mee met de aankoop of verkoop van aandelen? Goeie vraag. En het antwoord is absoluut. Er zijn heel weinig, naar mijn mening, of dit is wat ik nu vertel, is echt puur mijn mening. Als ik aandelen koop, wat ik best wel regelmatig doe, of in ieder geval normaal gesproken doe, kijk ik eigenlijk maar naar één ding. Ik koop aandelen niet om mee te traden, ik koop die dingen echt als belegging. En dan kijk ik echt naar de fundamentele waarde van het bedrijf achter de aandelen. En dat is vrij makkelijk uit te rekenen, want je kunt kijken hoeveel winst een bedrijf heeft gemaakt de afgelopen 5 of 10 jaar. Bedrijven die korter dan 5 à 10 jaar bestaan, dat doe ik sowieso niet aan als het om aandelenbeleggingen gaat. Ik zit niet in de penny stocks bijvoorbeeld. Nee, ik kijk bewust naar bedrijven die wat langer meedraaien. En waar je kunt zien dat er al 5 of 10 jaar op rij gewoon winstcijfers worden gepubliceerd. Het hoeft niet alle jaren winst te zijn geweest, maar er moeten cijfers zijn. En vervolgens, het gaat bijna altijd, is dat zo bij bedrijven die op de beurs genoteerd zijn trouwens. En wat ik vervolgens doe, ik bepaal op basis van de gemiddelde winst over die 10 jaar. Ik doe dat zelf met een EMA, dus een exponentieel voortschrijdend gemiddelde. De meest recente winst telt bij mij zwaarder mee dan de winst uit die eerdere jaren. Ik doe gewoon met Excel. En daar komt een getal uit en dat vermenigvuldig ik met een factor, een beetje afhankelijk van de sector, tussen de 15 en de 30. En dat is de waarde van het bedrijf. Dus de winst is gemaakt in een jaar, gemiddeld, EMA, exponentieel gemiddeld, maal 15 tot 30 afhankelijk van de bedrijfssector. Techbedrijven is die factor hoger bijvoorbeeld. Dan heb ik de bedrijfswaarde. Nou, dan kijk ik hoeveel aandelen er zijn uitgegeven en dan weet ik wat de feitelijke waarde van een aandeel is. En als ik dan kijk naar de prijs op de beurs en ik zie dat die prijs onder die waarde ligt, ja, dan heb je een gebraden kippetje te pakken. Dan weet je dat je iets koopt ver onder de feitelijke waarde en dat is mooi. Punt is, als je tegenwoordig kijkt naar de aandelenprijzen, ook in Europa,
dan staan die in geen verhouding tot de waarde ervan. Oftewel, de prijzen zijn gewoon veel te hoog. Het is opgeblazen. Je kunt ook anders zeggen, de waarde is veel te laag. De waarde van de meeste bedrijven is flink gedaald, doordat, in ieder geval naar mijn berekening, ik gebruik die EMA, het exponentieel voortschrijdend gemiddelde, doordat de winst de laatste jaren vaak is verdampt, gewoon weg is. Er is vaak helemaal geen winst gemaakt. Ja, dan stap ik dus nu niet in. Dan is het niet, voor mij niet zeker dat de zaak weer op orde komt. Dan laat ik zo'n aandeel gewoon lopen, want ze zijn dan vaak overgewaardeerd. Ik koop echt, als ik als belegger kijk, koop ik echt alleen maar aandelen van bedrijven waarvan de prijs voor de aandelen, dus wat je er op de markt voor betaalt, significant lager is dan de waarde van het aandeel als je het omrekent. En dat zijn er dus niet zoveel op dit ogenblik. Dus om jouw vraag, een beetje een lang antwoord, Robin, te beantwoorden. Ik houd daar dus eigenlijk automatisch rekening mee, omdat ik altijd kijk naar bedrijfswaarde en voor de bedrijfswaarde altijd kijk naar de winst. En waarbij de laatste, de meest recente winstcijfers het zwaarst meetellen. En dan vallen heel veel bedrijven, in ieder geval voor mij, gewoon door de mand. Dus zo doe ik het. Ik hoop dat ik je vraag zo goed heb beantwoord. Ik zie gelukkig, niet helemaal zoals het hoort te zijn, we hebben nu 144 mensen in het café. Ik zie gelukkig dat een aantal mensen ons alweer heeft weten te vinden. Sorry voor dit probleem. Ik zou je beloven dat het volgende week niet weer voorkomt. Dan check ik altijd van tevoren nog even de links of ze echt wel kloppen. Ik vermoed dat er bij het kopiëren van een link wat fout is gegaan. Vandaar. Dag Svenergy, goedenavond. Henkie, bekend mijn naam. Goedenavond deze avond. Colin, hallo. Kijk, Hans die zit, zit ergens op een of ander Caribisch eiland waarschijnlijk. Voor hem is het nog wat vroeger vandaag. Goedemiddag dus, Hans. En Martin die heeft een vraag. Die zegt toch nog even een vraag over het Binance-account. Ik heb geen referral link van CryptoCoiners. Is het beter om in de loop van volgende maand het account te cancelen of gewoon te laten lopen? Oei, ik vind dat een lastige. Ik laat het eerlijk zeggen, als je op dit ogenblik niks doet met Binance. En als je dat, het gaat waarschijnlijk de komende jaar ook niet gebeuren, want tenzij je gaat verhuizen naar een land waar Binance wel wordt ondersteund, is de kans niet zo heel groot dat je aan de slag gaat met Binance. En als je niet gebruik hebt kunnen maken toentertijd van die CryptoCoiners link, ja, dan zou ik mijn account inderdaad gewoon echt opzeggen. En ook gewoon echt cancelen. En dan kun je al wat later, mocht Binance terugkomen. Ik zeg er meteen bij, mochten wij weer in staat zijn om zo'n link aan te bieden, dat is helemaal niet zeker. Ik heb geen idee hoe die ontwikkelingen lopen de komende jaren wat Binance betreft. Ik weet dat de meeste handelsplatformen wel erg, erg eager zijn om wat dat betreft zaken met ons te doen. Omdat ze natuurlijk gewoon een grote community hebben. Maar je weet het nooit. Dus het kan denk ik geen kwaad. Het zou mijn mening zijn, als je het account toch niet meer gebruikt. En zoals gezegd, als je niet gaat verhuizen, kan het geen kwaad om het gewoon te cancelen en gewoon weer te starten. En weer een keer die verificatie te doen. En misschien dan dus met een link, denk ik. Maar ja, het is een beetje, ja, eigenlijk uiteindelijk blijft het altijd je eigen beslissing natuurlijk. Ik wil je niet met een kluitje in het riet sturen, Martin. Maar ja, uiteindelijk beslis je dat natuurlijk toch gewoon helemaal zelf. Cryptomino, daar is je weer. Goedenavond. Patrick, hallo. Jeroen in de bocht. Hallo iedereen. Lekker op mijn werk aan het luisteren. Oehoe, kijk, sommige mensen kunnen dat gewoon doen. Dag Bert, goedenavond. En toen scrolde opeens, dat verdraaide YouTube weer flink. En die vraag heb ik al beantwoord, zie ik. Nog voor de zekerheid, als ik je vraag nu lijk over te slaan, geen zorgen, want dan pak ik je zo meteen op, want moderators hebben die vragen er vaak al uitgepikt ook. Groetjes vanuit Spijkenisse, daar is hij weer. Vanuit Polen, we zijn weer een lekker internationaal gezelschap op het ogenblik. Alleen al wat het CryptoCoiners team betreft, zit iedereen op dit ogenblik in een ander land. Dat al en jullie ook, een heel groot gedeelte van de community trouwens ook. Leuk om dat te zien. Vanuit het mooie Leiden, kijk eens aan, dag Daan, vanuit niet mijn zoon Daan, andere Daan. Ayesta is er ook weer bij, vanuit Frankrijk. Dan even kijken hoor, oh ja, daar was ze weer, hallo. Als je op euro handelt via Bitfavo, hoeveel volume instellen in bot? Oh, dit is een lastige. Om te beginnen denk ik dat je bedoelt in scanner, niet in de bot. Op dit ogenblik ondersteunt de CryptoCoiners scanner geen Bitfavo. Of dat gaat veranderen? Nou, ik denk eerlijk gezegd, ik loop een beetje op de feiten vooruit. Ik praat misschien ook een beetje voor mijn beurt, zeg ik erbij. Je kunt hier dus echt ontleen hier geen recht aan of garantie aan van, ah, je hebt het gezegd, je hebt het beloofd. Er is nogal wat veranderd natuurlijk de afgelopen tijd. Ik bedoel, sinds Binance heeft aangekondigd Nederland te verlaten, omdat DNB gewoon, naar mijn mening, gewoon
niet heeft gedaan wat ze hadden moeten doen, zijn er opeens allerlei andere scenario's mogelijk. En volume is minder een issue geworden dan het was. Kijk, het volume van heel veel handelsplatformen is gewoon een stuk lager dan het is op Binance. En op Binance was het dan niet al te hoog. En dat betekent sowieso, dat zal voor heel veel traders gelden, dat we behoorlijk moeten gaan improviseren de komende tijd. Ga je ook terugzien in het café. Maar waar ik waarschijnlijk tot en met 2 weken geleden, zo hebben gezegd van nee, wij gaan Bitfavo als tradingplatform, als handelsplatform, niet ondersteunen. Zou het kunnen, en nogmaals, ik spreek misschien voor mijn beurt, zou het kunnen dat we in de scanner wel degelijk Bitfavo gaan opnemen als partij waar je dus de tradingsignalen voor krijgt. Ik zeg erbij, zou kunnen, want nogmaals, ik moet het overleggen met mensen die betrokken zijn bij de scanner, dat is 1. En 2, en misschien luisteren ze wel mee, dan weten jullie best wel dat dit zo is, beste mensen van Bitfavo. De manier om bij Bitfavo die informatie op te vragen is op zijn zachtst gezegd gammel. Dat werkt gewoon nog steeds niet goed. Dat hebben die gasten gewoon niet goed op orde. En dat wil je wel hebben. Je wilt betrouwbare data hebben. We hebben, als je de CryptoCoiners scanner gebruikt, je afvraagt wat is dat voor ding boven mij? Als je de CryptoCoiners scanner gebruikt, weet je dat we in het verleden best wel problemen hebben gehad met zelfs Binance, waarbij data die wij binnenkregen gewoon niet klopte. En dus het maken van zo'n datastream, zoals het heet, waarbij de candles of de CryptoCoiners scanner de candles uithaalt en vervolgens al die indicators erop zet en dan die berekeningen doet. Het aanleveren van zo'n datastream is niet zo heel makkelijk. Nou, en bij Bitfavo is dat niet goed op orde op dit ogenblik. Dus dat moet eerst worden opgelost. En misschien dat we een omweg vinden, maar het moet eerst worden opgelost. En er komt ook nog bij dat we eigenlijk willen dat Bitfavo wordt ondersteund door de tools, de trading tools, zoals HyperTrader, wat ik hier gebruik, die jullie ook gebruiken. Dat zijn 2 tools. Over het algemeen zijn er veel meer tools beschikbaar, maar de meeste leden van de CryptoCoiners community die aan het traden zijn en die een app gebruiken om mee te traden, die gebruiken of HyperTrader, wat ik hier ook gebruik, of ze gebruiken AllTrading. Nou, Bitfavo zit, als ik me niet vergis, in AllTrading. Ik heb nog nooit op Bitfavo gehandeld, maar volgens mij wordt het ondersteund door AllTrading. Op dit ogenblik wordt Bitfavo niet meer ondersteund door HyperTrader, want die hebben zoveel ellende gehad met die datastream, dat ze gezegd hebben, ja, wij kunnen eigenlijk gewoon geen goede kwaliteit garanderen. En als je een trade doet, dan wil je gewoon dat dat werkt. Nou, wat wij dus nu doen, is praten met sowieso al HyperTrader en op hele korte termijn ook met Bitfavo, om eens te kijken of we dit op orde kunnen krijgen. En dan, als ik daarvan hoor, van de jongens van Bitfavo en van HyperTrader, dat er opties zijn om dat te doen, om Bitfavo in HyperTrader weer actief te maken en te zorgen dat wij in onze CryptoCoiners scanner Bitfavo signalen kunnen opnemen, dan is de kans erg groot dat we ook op Bitfavo trades kunnen laten zien. Want die jongens zijn wel, en ze zullen wel moeten natuurlijk, als ze dat gat willen oppakken wat natuurlijk door Binance nu is blijven liggen, zijn wel goed bezig als het gaat om commissies. Het wordt allemaal een stuk goedkoper en ik ga er natuurlijk dan wel voor zorgen, je kent ons, dat we er nog wat meer uit weten te halen voor onze community. Misschien nog wat hogere kortingen bijvoorbeeld dan de standaard korting die je tegenwoordig overal ziet. Net als we dat bij Binance voor elkaar hebben geboxt. Oké, dus dat even wat jouw Bitfavo-vraag betreft. Je kunt het dus nu niet instellen, Bert, want Bitfavo wordt nog niet ondersteund. Heeft dus eigenlijk geen zin. Dan hebben wij Giel en die zegt, goedenavond. Zou het verstandig zijn om voordat Binance stopt nog wat van je trading data die je van hun servers kunt downloaden binnen te halen? Dat vind ik een lastige, Giel, om te worden. En ik zou niet weten wat ik ermee zou moeten doen. Dus als ik je vraag iets anders neerzet, en ga ik dat doen? Ga jij nog wat trading data ophalen van Binance voordat ze in Nederland weggaan? Het antwoord is nee, want ik zou niet weten wat ik daarmee zou moeten doen. De trading data die ik nodig heb, die heb ik al opgeschreven. Die heb ik in mijn eigen logboek al bijgehouden. En ik hoef echt niet te weten hoe de prijs zich heeft ontwikkeld en hoe vaak ik heb bijgekocht en dat soort dingen. Ik wil gewoon de standaardinformatie hebben. Hoe lang heeft een trade geduurd? Waar ben ik op ingestapt? Winst of verlies? Wat was uiteindelijk het totale bedrag waarmee ik in de trade zat? En dat is eigenlijk wat ik wil weten. De rest interesseert me eigenlijk na afloop van een trade niet meer zoveel. Je kunt dit, dat is wel een goede vraag, je kunt dit extreem analytisch oppakken natuurlijk, Giel. Maar dan wil je zeker weten dat je ook wat hebt aan die data. En anders zou ik, ja, ik doe het niet. Dat is wat ik je kan vertellen.
Dan zegt Hans in het Crypto Corners Café van 28 september 2022. Ja, dat weet ik nog. Nee, dat weet ik toevallig nog. Want dat was de tweede keer dat we met Crypto Corners Daytrading 2.0 strategie zijn bezig geweest. Vertel je hoe je zelf de markttrend kunt bepalen. Hiermee kun je bepalen of de markttrend bullish of bearish is, zonder scanner. Hoe bereken je zelf het percentage? Nou, dat is lastig om het exacte percentage te berekenen, want dat is een best complexe berekening. Die delen we ook niet, want het algoritme is echt complex. Maar ik heb in het, wat je in feite waarschijnlijk wilt weten is, is een markt waar je op wilt gaan traden bullish of bearish op dit ogenblik? En daarvoor, als je dat zonder scanner zou willen doen, en ik heb dat al een aantal, volgens mij zelfs in het café een aantal keer laten zien, ja, zeker weten. Wat ik dan doe, als ik geen scanner tot mijn beschikking heb, wat ook wel eens voorkomt, dan kijk ik naar drie chartintervallen. Ik kijk naar, naar het daginterval van een chart. Ik kijk naar eigenlijk dezelfde interval als bij de Crypto Corners Barometer. Ik kijk naar het daginterval, ik kijk naar de 4 uren en ik kijk naar de 1 uren chart. En die geef ik allemaal een waarde. Ik laat de dag dan eigenlijk 6 keer zo zwaar tellen als 4 uren. En 4 uren 4 keer zo zwaar tellen als 1 uur. Dat is de lastige methode. Dat doe ik meestal wel even met Excel. Maar als je het zonder Excel wilt doen, dan kies ik eigenlijk alleen maar de muntparen waar alle drie de charts, de dag, de 4 uren en de 1 uren chart, een bullish trend hebben. En als dat zo is, dan is dat het muntpaar dat ik in mijn hotlist zet, waar ik, of mijn favoriete lijst, waar ik die dag mee ga traden. En de laatste tijd, en daar heb ik nog geen video over gemaakt, maar die staat wel klaar om gemaakt te worden. Omdat je zo weinig volume hebt de laatste tijd, en straks gaan we natuurlijk, welk platform we ook uiteindelijk kiezen, gaan we natuurlijk merken hoe weinig volume er echt is, omdat de partij met het grootste volume vertrekt uit Nederland. We gaan dus merken hoe weinig volume er nog maar beschikbaar is op het handelsplatform dat we kiezen. Zul je er misschien niet aan ontkomen om de hele dag lang maar op 1 muntpaar te handelen. Simpel, steeds weer op 1 muntpaar. Long gaan, short gaan, long gaan, short gaan, long gaan, short gaan, bij wijze van spreken. En dat vraagt om een goede analyse van de trend. Want je wil dan eigenlijk alleen maar dat muntpaar gebruiken dat er qua trend het beste voor staat. Dus daar kom ik nog op terug. Ik zei het al, ik wist niet zeker of ik al een video had gemaakt, maar hij staat zeker op de lijst om te produceren en uit te brengen. Dus dat wordt een mooie. En ik kom hier volgende week uitgebreid op terug. Volgende week dinsdagmiddag om 4 uur. Dan gaan we onze tweede stream doen over het vertrek van Binance uit Nederland. Schrijf alvast als je erbij wilt zijn in je agenda. Aanstaande dinsdag, dat is uit mijn hoofd 4 juli geloof ik. Even kijken, zaterdag 1, zondag 2. Ja, 4 juli om 4 uur 's middags gaan we de tweede stream doen. En daar vertel ik wel wat meer hier ook over. Je zult gaan merken dat we sowieso op zoek moeten en ook zijn gegaan al naar alternatieven voor de standaard cryptocurrency daytrading strategie. Het blijft gewoon dezelfde strategie, maar je zult hem op een andere manier willen inzetten om te kunnen dealen met het relatief lage volume. Want kijk, je ziet wat hier gebeurt. We zijn nu ingestapt in deze trade om 19:32. Dat is nu 21 minuten geleden. En er gebeurt echt gewoon 3 keer helemaal niks. De prijs staat nog steeds op hetzelfde niveau als waar die net op stond. En als me dit te lang duurt, dan ga ik deze trade zo meteen killen. Dan pak ik een, zeg maar, bijna een eigen geldje, een minimaal verlies van 0,06%. Oftewel, dat gaat echt nergens over. En pak ik eventueel de volgende trade. Ik kijk met een schuin oog nu alvast naar wat hierboven gebeurt. En ik zie Neo voorbij komen. En daarboven staat zelfs een muntpaar dat voor 63% bullish is. En weet je wat ik doe, nu we toch al in een trade zitten? Ik heb het volume voor deze meldingen wat laag staan. Kijk, dat staat op volgens mij 30 bitcoin over de afgelopen dag. Ja, hier heb je het staan, 30 bitcoin. Ik ga gewoon even terug naar ons standaard volume. Volume moet groter zijn dan 50 bitcoin. Zo. En nu heb je als we nu meldingen krijgen, heb je een grote kans dat we daar misschien wel op instappen in plaats van op deze trade. Dus ik houd even in de gaten wat de scanner nu vertelt. Dus die markttrend staat, ik hoop dat ik je... daar hebben we alleen Neo weer. 90% bearish. Ja, dat is echt vragen om problemen. Maar laten we eens even kijken, even onthouden waar ik in zit. Hoe gaat het met Neo versus de Bitcoin? Dat was een melding op de 3-minuten chart trouwens. Kijk, dat ziet er heel interessant uit. Dat dropt lekker, om het zo maar te zeggen. De volatiliteit is hier gewoon te weinig. Dit zou een te lastige trade worden en niet realistisch om deze trade nu te doen. We hebben maar 1% volatiliteit op deze chart, eigenlijk gewoon te weinig. En een flinke drop gehad op dit ogenblik.
eigenlijk vragen om problemen. De drop gaat ook wel even door waarschijnlijk als ik kijk naar wat de MACD hier doet. Alles loopt synchroon. De signaallijn van de MACD gaat naar beneden. De MACD zelf gaat naar beneden. De MA20 gaat naar beneden. De prijs gaat naar beneden. Kortom, alles gaat naar beneden. Er is nog geen enkel signaal te zien dat dit op korte termijn omkeert. Dus laat deze trade maar even lopen. Dan komt Ripple voorbij. Ripple versus de Bitcoin. Die heeft wat meer volume. Dat is deze. Maar ik weet niet hoe het met de volatiliteit zit. Ja, ook maar 1%. Ook niet spectaculair, exact hetzelfde beeld. Het lijkt erop dat de prijs van Bitcoin aan het dalen is, als ik dit zo zie. Kijk, alles weer naar beneden. We hebben een MA20 die naar beneden duikt. We hebben een MACD die naar beneden duikt. Een signaallijn die naar beneden duikt. Hoe gaat het met de prijs van Bitcoin? Heb ik die chart ergens openstaan? Ja, is wat aan het dalen. Oh, 30.163. Dit is de urenchart. Hebben we al een paar keer gehad vandaag, maar rode candles, twee rode candles op rij. Dit verklaart een beetje waarom dit nu gebeurt. Ook deze laat ik lopen. Dan hebben we, dit is wel een interessante, deze versus de Bitcoin. Die chart is behoorlijk bullish op dit ogenblik. Hoe is het met de breedte van de bullish? Ah, kijk, dit gaat ergens over. 1,5%. Deze durf ik al aan. Weet je wat, ik stap eerst even in. We stappen zo meteen uit die andere trade. Maar ik stap hier even op in. Dit zou wel eens een leuke trade kunnen worden. Op welk interval gebeurt dit trouwens? De 5 minuten chart. Ik zit nu op de 3 minuten chart. Deze is trouwens ook bullish. Of is ook prima om in te stappen. Hoe zit de 1 minuten chart eruit? Even kijken of die... Ah, die nog net niet. Oké, dan de 3 minuten chart. Die kan ik wel pakken. 3 minuten chart. Ask en bid. Dan gaan we even voor 0,0025 in. Nog een keer ask en bid prijs. Dat is deze. 1, 2, 3. Goed, er is gekocht. Nu zit ik dus in 2 muntparen. Dat is niet wat ik wil. Dus ik ga even terug naar Comp, waar ik net in zat. Daar is gewoon eigenlijk 3 keer helemaal niks gebeurd. Kijk, de prijs staat eigenlijk eigen geldje aan het worden op dit ogenblik. Duurt me te lang. Ik stap nu gewoon uit deze trade. Dit is echt gewoon veel te lang. Dus wegwezen uit deze trade. Alles verkopen tegen de marktprijs. Dat gaat het snelst. Kijken wat ons dat voor verlies gaat opleveren. Dit is dé manier om te zien hoe dramatisch het is als je zo weinig trading volume op een chart hebt. Ik verkoop alles wat ik heb op dit ogenblik tegen de marktprijs. En let op wat er gebeurt. Nou, mazzeltje. Het zakt wel wat, maar het is niet al te veel gezakt. We zijn in ieder geval uit deze trade. Er staat waarschijnlijk nog een koopopdracht hier. Die gaat ook weg. Die kan eruit. Die alerts hebben we niet meer nodig. Dat kan allemaal weg. Alle lijnen die ik heb getekend kunnen eruit. Deze chart kunnen we afsluiten. We gaan naar het muntpaar dat we net hebben gekozen. Deze trade. Dit zou wel eens een veel leukere trade kunnen worden. Want het beweegt in ieder geval wat. En er is ook veel meer volume. 80 bitcoin zo wat. Dus dit is interessant. Eerst even de break-even lijn instellen. Zo, nou gaan we even bepalen op welk punt we gaan verkopen. Dat zit ongeveer op dit niveau. Kijk, hier zit de weerstand. Hierboven. Dat betekent dat ik hier op deze lijn ongeveer een sell order zet. Een limit sell order voor de helft. Ik denk dat dat wel een procentje of 0,8. Dit gaat tenminste ergens over. Voor de helft, ik zei het al, dat gaan we nu verkopen. Sell, zo, dat staat nu klaar om te verkopen. Ik zet meteen ook eventjes een tweede bijkoop op, of een bijkoopopdracht. Die komt op ongeveer 1,8% onder de huidige prijs te staan. Dat haal ik net niet zo. Even wat daarboven bewegen. Lukt het anders trouwens nog? Ja, we zijn gelukkig weer met onze oude vertrouwde groep van 200 mensen. Dat gaat ergens over. Sorry iedereen die binnenkwam in verwarring, omdat het opeens allemaal niet meer werkte. Onze fout, zal niet meer gebeuren. Hier gaan we kopen. Nieuw limit buy opdracht. Opnieuw voor 0,0025 bitcoin. Daar staat hij, de volgende koopopdracht. Voor de zekerheid even wat alerts. Eerst maar even, wanneer zijn we ingestapt? Dat was hier. Dit is de start van onze trade. Wanneer zijn we een uur bezig? Dat is om 20:54. Dat is hier ongeveer. Ook weer, dit zijn weinig candles. Dat is een 3 minuten chart dit. En wanneer zijn we 2 uur bezig? Dat is om 21:54. Nou, ik weet niet of we dat gaan halen. Meer hebben we nooit. Zo. Dat is gebeurd. Nu nog even die alerts. Als de prijs in de buurt begint te komen van de prijs waar we op willen uitstappen, wil ik het graag weten. En als de prijs in de buurt begint te komen van het punt waar we gaan bijkopen, wil ik het ook graag weten. Zo, nu hebben we onze vorige trade vervangen door een nieuwe. En we hebben nu eigenlijk technisch gezien de scanner niet meer nodig. Ik vermoed dat dit wel de laatste trade is. Laat hem even doorlopen. Je weet maar nooit waar het nog goed voor is. Terug even naar, eerst even de koffie er nog bij. Opmerking van Hans, die heb ik behandeld inmiddels. Dag Bart, een andere moderator van ons uit Rotterdam. Goedenavond Bart. Even kijken hoor, waar was ik gebleven? Die had ik al gehad. Nee, die heb ik nog niet gehad. Wacht even hoor, YouTube scrolt helaas altijd zo vervelend. Hier, daar hebben we hem. Oké, Erik zegt, even de vraag lezen hoor. Ik heb alvast een vraag voor vanavond. Nou,
We zijn er. Wanneer ik mijn hele portfolio overzet naar bijvoorbeeld Bitfavo, moet ik dan een klein beetje BNB laten staan om voor de withdrawal fee te kunnen betalen? Dat is een interessante vraag. Ik neem aan dat je je portfolio even omzet in één specifieke munt en die gewoon naar Bitfavo stuurt. En niet dat je al die muntjes apart gaat versturen. Die withdrawal fee betaal je sowieso als je naar een andere wallet stuurt dan naar een Binance wallet. Dus daar helpt je BNB je niet echt mee. En ik zou je eerlijk gezegd, ik zou daar niet te moeilijk en te complex over gaan zitten rekenen. Daar heb je in de praktijk niet veel aan. Wat ik zal doen, ik ben nog steeds aan het traden op Binance, ook met mijn gewone portfolio. Dit is een demo-account. Wel echt geld, maar een demo-account. Dit is niet mijn normale trading-portfolio. Ik zet de zaak waarschijnlijk over een week of twee over, rond de 10e of zo. Dan is het wel goed geweest. En waarschijnlijk als ik dat doe, zit ik sowieso niet meer in trades. Ik heb mijn beleggingen sowieso niet op Binance staan. Dus het is mijn alleen maar trading volume wat daar staat. En als er hier dan nog wat verdwaalde kleine coins bij zitten, die verkoop ik dan toch even. En dan koop ik ze wel weer terug op het andere platform waar ik dan op verder ga. En ik houd dan niet zoveel rekening meer met withdrawal fees. Ja, die zijn er gewoon. Het is wat het is. Het zijn lastige dingen. Het is vervelend dat het allemaal gebeurt natuurlijk op dit ogenblik. En ik zeg er ook bij, aanstaande, ik weet niet of je dat meekreeg, Erik. Aanstaande dinsdag 4 juli, smiddags om 4 uur. 4 juli om 4 uur, nou kan ik het ook niet meer vergeten. Hebben we een stream, die gaat over Binance. Die gaat over het feit dat Binance uit Nederland vertrekt. En hoe we dit gaan oplossen, hoe je dit kunt oplossen. Tips en adviezen om te zorgen dat je niet een week later, want op 12 juli wil je eigenlijk niet meer traden. Kun je eigenlijk ook niet meer traden op Binance. Niet opeens in een gat valt. Dus je hebt nog ruim een week de tijd om het platform te kiezen wat wij kiezen. Alles in te stellen, know your customer te doen, al dat soort werk. En dan is er ook ruimte genoeg tijdens die livestream voor het beantwoorden van deze vragen. Trouwens, terwijl dit allemaal loopt, er zijn nog wat korte dienstmededelingen. Allereerst, daar gaan we. Aanstaande maandag, dit heb ik nog niet verteld, ook niet in de podcast. Aanstaande maandag, dat is de 3 juli, 's avonds om uit mijn hoofd 7 uur, is er op Patreon een mini-clinic. Die geef ik zelf. Ik ga niet precies vertellen wat het onderwerp is, maar het gaat over geld en het gaat over je brein. En je krijgt allemaal dingen te horen die ik nog niet eerder heb behandeld. Nooit in een podcast, nooit in een YouTube-video. En het heeft alles te maken met op een professionele manier bezig zijn met geld. Dat is aanstaande maandagavond om 7 uur, de mini-clinic. Die is toegankelijk ongeacht je Patreon-level, heb je toegang tot die bewuste mini-clinic. Dus als je op Patreon zit, zo niet, www.cryptocoins.nl/Patreon. Kijk eens of het wat voor je is. Zit je erop, dan spreek je maandagavond om 7 uur. Dat is aanstaande maandag. Maar voor die tijd, morgenavond om 19:30 is Kevan. Ik ga geen Kevin zeggen. Is Kevan er ook weer op YouTube in ons Crypto Corners Clubhuis. Als je daar wel eens eerder bent geweest, dan weet je waar het over gaat. Als je er nog niet eerder bent geweest, daar wil je ook bij zijn. Dus maak daar dus wel eens wat tijd voor vrij. Dan aanstaande, ik moet niks vergeten. Aanstaande zaterdag ben ik de hele dag online in een clinic. De Technische Analyse Clinic. Die heb ik al een aantal keer gegeven. Een hele leuke clinic om te geven. En van wat ik heb begrepen ook een hele leuke clinic om bij te zijn. Duurt 2 dagen. De eerste is aanstaande zaterdag. De tweede is zaterdag 15 juli. Mocht je daarin geïnteresseerd zijn, www.cryptocoins.nl/TA-clinic met een streepje ertussen. En dan aanstaande dinsdag, maandag hebben we de mini-clinic. En dan aanstaande dinsdag geeft Kevan een webinar over chartpatronen. Misschien wil je daar ook bij zijn. En je krijgt de aankondiging van dit soort dingen sowieso even per mail als je geabonneerd bent op onze nieuwsbrief. En anders ook in onze chatkanaal op Telegram. Dus als je dit interessant vindt, wat we hier allemaal uitspoken bij CryptoCoiners, dan wil je je misschien aanmelden bij ons chatkanaal. De link komt volgens mij ook wel voorbij gescrolld, is www.cryptocoiners.nl/chat. Dus dat is dinsdagavond, een webinar, en dan woensdag is er weer een CryptoCoiners Café. Volgens mij heb ik daar niks vergeten. En natuurlijk volgende week weer elke dag een CryptoCoiners podcast. In ieder geval elke dag van maandag tot en met donderdag. Tot zover. Dan even terug naar de vragen. Leuk dat jullie weer met zoveel mensen zijn. Het is weer echt lekker druk. Gerrit, goedenavond. Remy, goedenavond. Ik zeg Lexio. Dat is een leuke. Lexio zegt zo. Lekker een paar biertjes gekocht met het laatste beetje geld van mijn Binance card. Kijk, Lexio. Een fantastische investering. Kan niet anders zeggen. Goed gedaan. Top. En nu nog even kijken wat het gaat opleveren natuurlijk, dat bier.
Yvonne, goedenavond. Crypto-oma zegt, is het verstandig om na 17 juli nog een klein bedrag op Binance te laten staan? Oké, je vraagt voor de helderheid om mijn mening. Ja, dat, je zult uiteindelijk onderaan de streep dit echt van mezelf willen bepalen, crypto-oma. Maar ik zou niet weten waarom je dat zou willen doen. Ik zou werkelijk niet weten wat daar het nut van is. Binance gaat op slot voor Nederland. Je zult altijd nog in staat zijn om de goede op te nemen. Dat is geen probleem. Maar geld op Binance laten staan, ik zie eerlijk gezegd geen enkel voordeel daarvan. Ik doe dat niet. Ik ben niet van plan om dat te doen. Dus denk niet dat ik zou dat niet doen. Nee. Interessante vraag trouwens. Is ook nog niet eerder gesteld volgens mij. Dag Ad, goedenavond. GCAP, in verband met terugstorten van Binance. Welke coins zijn het goedkoopst om het naar Bitfavo over te zetten? Een uitgebreide antwoord op die vraag. Ik zou eerlijk zeggen, dit is een hele interessante. Ik weet op dit ogenblik niet precies, want dat wisselt voortdurend, wat de allergoedkoopste manier is. En je hebt natuurlijk altijd een klein risico dat terwijl jij aan het overboeken bent en je hebt je coins eerst verkocht voor een andere coin, dat die coin vervolgens in prijs daalt. Of dat jouw coin in prijs stijgt, ja, dan heb je natuurlijk verlies. Ik moet er even over nadenken en ik vind de vragen zo leuk dat ik hem nu even knip en plak. Dat ik zeker weet als dat lukt. Ik probeer nu waanzinnig om die te knippen en te plakken. Ik zet deze nu even bovenaan in een aparte lijst. Vragen voor aanstaande dinsdag. Finance verhaal. En de vraag komt erin van, en deze is van GCAP. Je naam zet ik er niet bij, maar ik neem hem mee. Volgende week dinsdag tijdens de stream, dan weet je dat. Hallo Biker, goedenavond. Dan gaan we naar de Ali Jong, Dennis Wening, Stefan, Bert. Als je op de euro trade via Bitfavo, hoeveel volume heb ik al beantwoord? Inderdaad, laat het nu in AllTrade zoeken. Je gebruikt AllTrade. Nou, in de scanner heeft geen zin om volume in te stellen, want de meldingen die je van de scanner krijgt zijn waarschijnlijk op dit ogenblik voor een ander handelsplatform dan Bitfavo. Ik beloof in het volgende, Bert. Als wij daadwerkelijk Bitfavo, begint ook met BI, daadwerkelijk Bitfavo gaan ondersteunen in de scanner, dan komen we ook met adviezen over het minimale volume dat je zou moeten instellen voor een dergelijk platform. Dat beloof ik je. Meer kan ik op dit moment nog niet toezeggen. En je weet, het is één grote als. Het is nog niet zeker dat we Bitfavo gaan ondersteunen. We zijn wel van plan. Ik heb dit gisteren al even gezegd. Gisteravond hadden we ook op Patreon een hele bijzondere, vond ik het zelf, Q&A-sessie met volgens mij een 25 à 30 patrons. Waarin we met name ook hebben gesproken. Werden veel vragen gesteld. Veel van die vragen hadden te maken met geld en met beleggen. En zelfs ook met crypto hier en daar nog een beetje. En heel veel met mindset. En ik heb gisteren al min of meer gezegd dat we de scanner, de CryptoCoin scanner, wij kiezen naar alle waarschijnlijkheid, zoals de meeste partijen inmiddels natuurlijk druk al aan het doen zijn, maar wij nemen wat meer tijd om dat goed voor elkaar te boksen, voor één trainingplatform. En zeg maar ons voorkeursplatform waar wij veel streams op gaan doen in het café. Misschien verandert dat nog, maar dat is zoals het er nu uitziet. Maar wij begrijpen ook wel dat heel veel mensen die nu de CryptoCoin scanner hebben, op veel verschillende platformen willen gaan testen en traden. En dat zijn meer platformen dan er op dit ogenblik in de scanner zitten. Dus die gaan we toevoegen. Er komt een aantal platformen bij in de CryptoCoin scanner. Heel, heel, heel snel. En als je betrokken bent geweest toen de tijd bij de ontwikkeling van de CryptoCoin scanner, dat is alweer een aantal jaar geleden, dan weet je hoe snel we dat soort dingen opeens kunnen gaan toevoegen. Dus we hebben geen maanden nodig om een aparte markt toe te voegen aan de scanner. Dat is inmiddels eigenlijk een kwestie van dagen. Dus daar zijn we nu al mee bezig op de achtergrond. En we gaan er ook voor zorgen dat je geen Gold-account nodig hebt om gewoon te kunnen blijven traden met de CryptoCoin scanner. Dus als je nu een Bronze-account hebt en als je daarmee prima uit de voeten kon op bijvoorbeeld Binance, dan gaan we echt niet zeggen van, nou ja, sorry hoor, maar nu moet je upgraden, want anders kun je niet meer traden. We kiezen het platform waarvan wij weten dat het door heel veel CryptoCoiners communityleden zal worden gekozen als platform dat ook in de bronsversie van de scanner gewoon beschikbaar komt. Dus als scannergebruiker ga je hier niet op achteruit. Absoluut niet. Dat wordt lastig. Je moet omschakelen natuurlijk naar een ander handelsplatform. Maar ja, daar hoor je volgende week veel meer over. Dan, even kijken hoor, Ripple. Ah, dankjewel Chris, een van onze moderators, geeft aan dat Ripple, XRP, de Ripple Coin, nog steeds een van de goedkoopste munten blijft om het geld over te hevelen. Arjan, leuk, trouwens ontzettend leuk dat jullie zoveel vragen stellen, want qua trading, ja, met alle respect, er is gewoon helemaal niks te doen. We zijn nu al 40 minuten bezig
En ook deze munt, het volume, nou ja, kijk maar naar de volumestaaf hier onderin. Het gaat allemaal helemaal nergens over. Er gebeurt nauwelijks wat op dit ogenblik. Ook dit lijkt alweer bijna een eigen geldje te worden. Want we zitten nu alweer, dit is een 3-minuten chart. We zitten nu alweer 5 candles in deze trade. Er is alweer een kwartier voorbij. En je ziet trouwens dat, hoewel het er even veelbelovend uitzag, de MACD-lijn, die gele lijn, die schoot bijna door de rode lijn heen. Dat is het eerste wat je wilt zien, een trend reversal signaal. Maar het gebeurt nog steeds niet. Kijk, het histogram is nog steeds rood. Het eerste signaal waar ik af en toe even naar kijk, als ik niet met de chat bezig ben, want die staat mij op een ander scherm, is de kleur van het histogram van de MACD. Als dat groen is, denk ik van, oh, interessant, er gaat wat gebeuren. Zolang het roze of rood is, denk ik van, nou, oké, gebeurt niks. Heeft niet zoveel zin om nu echt op de chart te focussen. Arjan zegt dus, wat is... Oh, wat een leuke... Arjan, echt een coole vraag. Arjan zegt, wat is precies het verschil tussen de Keltner Channels en de Bollinger Bands? Ik heb de termen gegoogeld, zeg me nog steeds niet zoveel, maar ik zoek eigenlijk een praktijkvoorbeeld. Oké, Arjan, echt een hele leuke vraag. Even een klein beetje sluikreclame, waarom niet, doen we eigenlijk nooit hier. Dit wordt behandeld in de Technische Analyse Clinic. Uitgebreider dan ik nu hier kan doen in het Crypto Corners Café. Dus dan weet je dat. Als je nog twijfelt, misschien wil je toch eens een blik werpen op www.cryptocorners.nl/TA-clinic met een streepje ertussen. Dat is een van de moderators die link even in de chat zet graag. Maar, daar gaan we natuurlijk niet op wachten, we gaan even naar een chart. En dat doe ik dan even hier niet op, even niet hier op HyperTrader. Ik zet even een kookwekker, hoe gek het ook klinkt, om over een minuutje of drie even te kijken hoe de chart ervoor staat. Zo. Dan gaan we even naar deze chart toe. Dit is onze Crypto Corners Café chart. Die hebben we vorige week gebruikt bij die technische analyses. Ik zet even wat dingen uit die we nu niet nodig hebben. Deze gaat uit. Ik zet er even een indicator bij. Daar gaat hij hoor. En ik pak even de EMA. Dat is een exponentieel voortschrijdend gemiddelde. En ik maak van die EMA, hij staat er nu al bij, deze blauwe lijn. Maak ik ook even een gele lijn. Zo, dat gebeurt niet zo, maar dat gebeurt zo. Ik maak er even een gele lijn van. Ik maak hem ook even wat dikker, dat we hem goed kunnen zien. En ik maak hem ook even over 20 candles, niet over 9. Zo, oké. Okay. En ik zet hem even uit. We hebben hem nu nog even niet nodig. Dat komt zo meteen wel. Om te beginnen, de lijn die er nu staat. Oh, dit kan ook allemaal weg hier onderin. Die OBV hebben we niet meer nodig. Dan maar even dubbelklikken. Zo, oké. Okay. Dit, de lijn die je nu ziet lopen, en ik kom vanzelf bij die Bollinger Bands terecht. De lijn die je nu ziet lopen hier is een MA-lijn. Een voortschrijdende gemiddelde van de laatste 20 prijzen. Elk van die 20 sluitprijzen in dit geval, elk van die 20 sluitprijzen telt even zwaar. En dat verklaart ook waarom het soms even duurt na een prijsstijging voordat die lijn meegaat. Kijk, deze lijn loopt nog naar beneden, de prijs begint al te stijgen en het duurt altijd een paar candles voordat de prijs mee omhoog gaat. En de prijs stijgt hier opeens heel rap. Het duurt vaak even voordat je dat echt terugziet. Kijk, hier is gewoon een flinke stijging geweest. Maar de echte stijlte komt pas een paar candles later. Want elke candle telt even zwaar. Dat is wat een MA is, een voortschrijdend gemiddelde. Nou, die MA is de basis van de Bollinger Bands. Die ik hier volgens mij niet bij heb staan. Dus die voeg ik ook nog even toe. Indicators, Bollinger Bands. En let op wat er gebeurt met die MA-lijn die ik net heb getekend. Dat is deze Bollinger Bands, staan erbij. Kijk, die MA-lijn, als ik hem uitzet, dat heb ik nu gedaan, dan zie je dat de oranje schuine streep rode lijn van die Bollinger Bands is gewoon dezelfde lijn. Oftewel, de middelste lijn, de middelste band, nee, de lijn, de middelste lijn van de Bollinger Bands is een MA20-lijn. En de lijnen boven en de lijnen onder zijn standaard deviaties ten opzichte van de sluitprijs. De sluitprijs plus één keer de standaard deviatie, min één keer de standaard deviatie. Allemaal moeilijk gedoe, zou je kunnen zeggen, wat heb je er nou aan? Nou, die Bollinger Bands, die voorspellen, nee, ik zeg het verkeerd, die geven letterlijk de volatiliteit in de markt aan, de heftigheid waarmee de prijs beweegt. En ze zijn bedacht door John Bollinger. En John Bollinger zei altijd, na een periode van relatief veel beweging, veel volatiliteit, komt er altijd een periode van weinig volatiliteit. Maar hoe langer die periode duurt, des te grotere kans dat er een uitbraak komt. En je ziet dat nu. Kijk, dit is de Bitcoin chart, de urenchart van Bitcoin. En je ziet, er is flink wat volatiliteit geweest. Dit was vorige, inmiddels alweer, ja, dat was vorige week toen opeens het nieuws kwam over al die ETF's en de Deutsche Bank die heavy in de Bitcoin wilde gaan. Ondertussen kijk ik eventjes gauw hoe het met onze chart gaat. Niks veranderd eigenlijk. Oké, volgende 3 minuten.
Er was flink wat volatiliteit en opeens neemt die volatiliteit af. Er gebeurt gewoon niet meer veel. Dat is nu eigenlijk al dagen op rij zo. Dit zijn urenchart, maar dit is gewoon een dag die voorbij is en weer een dag die voorbij is. Maar omdat die banden nu al zo lang zo dicht bij elkaar staan, weet je dat het gewoon niet lang meer duurt voordat er een prijsuitbraak komt. En we dus weer bredere banden gaan zien. Nou, dat is één. Dat is eigenlijk het enige waar John Bollinger de Bollinger Bands voor heeft bedacht. Om die volatiliteit in kaart te brengen. Maar traders zeiden van, wacht eens even, je kunt er nog veel meer mee. Wist je dat, en dit is een price action verhaal, wist je dat als de prijs sluit onder de onderste band van de Keltner Channels, dat je dan te maken hebt met een zogenaamde oversold situatie. Geen trends en zo, oversold situatie. Los van wat de trend doet op dat ogenblik, de kans op een prijsstijging is groot. En dat zie je hier ook gebeuren. We zitten hier in een bearish trend, een kort durende, maar toch bearish trend. De prijs sluit onder die onderste band en de prijs gaat even later omhoog. Dit gebeurt zo ontzettend vaak. Dit is een voorbeeld. Hier zien we het gebeuren. Dat is één, hier is twee, nog eentje, daar zit er één. Hier zit er één, daar zit er één. In bijna alle gevallen, het gebeurt niet altijd, maar in bijna alle gevallen, hier zit er één. Zo gauw de prijs sluit onder de onderste band van de Bollinger Bands, gaat de prijs vaak omhoog. En dat komt omdat er een oversold situatie aan de gang is. Dat is wat de Bollinger Bands je dus extra vertellen. Het is niet wat John Bollinger heeft bedacht, maar het is een mooie bijkomstigheid. Andersom trouwens ook. Als de prijs sluit boven de bovenste band, komt er vaak een prijsdaling. Daar zou je dus theoretisch op kunnen gaan traden. Alleen je trade dan op één signaal. En eigenlijk zeggen we altijd, in ieder geval bij cryptocoins zeggen we altijd, één signaal is geen signaal. Je hebt er gewoon meer nodig. Dus meer signalen om te kijken of een munt oversold is. En dus waarschijnlijk in prijs gaat stijgen. Dat is één. Dus dat zijn de Bollinger Bands. Nou, de Bollinger Band is een zogenaamde volatiliteitsindicator. En een oversold indicator of overbought indicator. Volatiliteit is dus de bewegelijkheid van de prijs. Oversold, overbought is haken de verkopers af, dan is een munt oversold. Of haken de kopers af, dan is een munt overbought. Dat is wat de Bollinger Bands doen. Even al die prut weghalen. Ik zet nu die Bollinger Bands even uit. Daar hebben we die MA20 weer. En ik zet er nu even een EMA20 overheen. Daar staat hij. En je ziet, ik haal die MA20. Ik zal hem even een ander kleurtje geven, die EMA20. Een beetje oranje maken. Oh, sorry, kun je hem iets beter zien? EMA20. Kom. Oh, dan moet ik dus een probleem bij TradingView. Je moet dan weer resetten. Daar gaan we. Daar is hij. Stijl, even oranje maken. Zo, nou zie je ze min of meer naast elkaar staan. Je ziet dat die EMA20, die gaat ook over 20 sluitprijzen, net als de MA20. Je ziet dat die EMA20 toch iets anders loopt dan de MA20. Even naar onze chart kijken, daar zijn we 3 minuten voorbij. We staan in de winst inmiddels, maar we wachten even op die pieptoon van de alert, of die komt of niet. Oké, dus die EMA20 loopt iets anders. En dat komt omdat die EMA20 ook kijkt naar de laatste 20 sluitprijzen. Maar de meest recente sluitprijs telt het zwaarst mee. En je ziet het heel duidelijk hier. Kijk, hier begint de prijs opeens exponentieel te stijgen. Die MA20 die kabbelt gewoon door. Die loopt gewoon eigenlijk gewoon schuin, zeg maar lineair, door naar boven. Maar kijk wat die EMA20 doet. Die gaat opeens rap naar boven. Die reageert meteen omdat deze candlestick zwaarder meetelt. Bij een EMA telt de laatste candlestick 2 keer zo zwaar als de voorlaatste. En die telt 2 keer zo zwaar als de voorvoorlaatste. Enzovoort. Dus het is een wat actuelere MA-lijn. De meeste traders gebruiken nog steeds MA. Omdat, ja, vroeger, die traden vaak al heel lang ook, als je bepaalde trading principes gebruikt. Ja, EMA's kun je niet goed zelf even uitrekenen. Een MA-lijntje, ja, je schrijft 20 getallen op, deelt ze door 20, klaar ben je. Of je telt ze bij elkaar op. Je deelt ze door 20 en je hebt een punt. Maar bij EMA moet je echt lastig. Een hoop deelwerk en zo, zit ik niet op te wachten. Maar op charts waarbij die door de computer worden gegenereerd, zoals hier, is het makkelijker om ze te gebruiken. En de EMA20 heeft een relatie met de Keltner Channels. En daar gaan we. De Bollinger Bands staan al uit. Ik zet de MA20 ook even uit. En nu zet ik de Keltner Channels erbij aan. Je ziet al staan 20-2. Dat geeft aan dat het gaat blijkbaar om een lijn van 20 en iets met 2. Nou, hij gaat nu aan. En kijk wat er gebeurt. Als het goed is, gaat hij nu ook aan. Niet helemaal, wacht even, mijn muis doet niet mee. Waarom krijg ik mijn Keltner Channels niet aan? Ah, dit heeft met vorige week te maken. Wacht even, ik moet even een instelling aanpassen van de Keltner Channels.
Hier zo. Oh, dan krijgen we weer dat rare training view wat niet meewerkt. Nog een keer proberen. Keltner Channels, daar gaat hij. Ja, en dan heb ik hier waarschijnlijk bij Visibility aangegeven dat hij voor de urenchart niet mag worden getoond. Nu wel. Zo, nu kan hij wel aan. Keltner Channels. Nu staat hij wel aan. Ik zie hem nog niet. Daar is hij, ik wel zeggen. Nu verschijnt hij wel. Kijk, je ziet ook dat het relatief lang duurt om hem te berekenen. Want het is exponentieel en moving average is een lastige berekening. Kijk, nu als ik hem even uitzet en kijk wat er met die middelste lijn gebeurt. Daar staat hij. Kijk, nu zie je dat de middelste lijn exact dezelfde is. Dit is de EMA 20. Nou, dan wat hierboven staat, de band aan de bovenkant en de band aan de onderkant, dat is geen standaard deviatie. Dit noemen wij ook wel de average true range. Eigenlijk gewoon de gemiddelde maximale prijsstijging en prijsdaling de afgelopen 20 candles. Dat is eigenlijk wat je doet. En dan maal 2. Dus een iets andere formule. Nou, wat kun je met die Keltner channels? Om te beginnen, wat geeft die aan? Hij geeft in zekere zin ook een beetje volatiliteit aan. Maar ik zeg er meteen bij, in zekere zin. Het is in tegenstelling tot de bullish bands meer een momentum indicator dan een volatiliteitsindicator. In ieder geval voor mij. En je kunt een Keltner channel als volgt interpreteren. Als de prijs stijgt en sluit boven de bovenste band van de Keltner channels, geeft dat aan dat het momentum begint toe te nemen. Oftewel, de prijs zal waarschijnlijk gaan stijgen, want momentum gaat altijd uit voor de prijs. Hetzelfde eerst momentum, eerst wordt op het gaspedaal getrapt, dan gaat je auto pas rijden. Dat geldt hier ook. Eerst moet het momentum er zijn, dan beweegt de prijs mee. Dus dit is een voorbeeld, deze candlestick hier, van een toenemend stijgend momentum. Bullish momentum wordt het genoemd. En andersom, als de prijs sluit onder de onderste band van de Keltner channels, zoals bijvoorbeeld, ja, het is net op het randje dit, je wilt echt een structurele, je wilt niet echt op die rand zitten, je wilt er echt onder zitten. Oh, sorry, oh jee, wat gebeurt hier nou weer? Nog een keer, even zoeken of ik een moment zie als Bitcoin. Een dagchart heeft even geduurd voordat we daar echt... Een voorbeeld hadden we hier bijvoorbeeld. Kijk, dit is een voorbeeld van een situatie. Daar heb je hem. Deze candlestick. Even zoeken, waar is mijn kwast? Daar is hij. Oh, hier sluit de prijs onder de onderste band van de Keltner channels. Dat is een teken dat het bearish momentum begint toe te nemen. Oftewel, er wordt zeker niet meer op het gaspedaal getrapt. Eerder op de rem. Nou, je ziet dat het hier niet eens echt een dalende prijs oplevert. Je zou het dus als zodanig als een vals signaal kunnen zien. Maar in heel veel gevallen is dat wel zo. En ik zit even zoeken naar een typisch voorbeeld waarbij dit signaal heel duidelijk is en ook heel erg uitkomt. Ik zie het niet zo eens. Hier heb je de 1, maar het duurt even voordat de prijs ook daadwerkelijk begint te zakken. Hier is er 1, bijvoorbeeld de prijs sluit onder de onderste band en hop, duikt daarna. Hier is een hele duidelijke. Kijk, hier zit er eentje. Als je zo kijkt, hier zo op dit punt, hier sluit de prijs onder de onderste band van de Keltner channels. Dus het bearish momentum, het dalende momentum neemt toe. En als gevolg van zal de prijs waarschijnlijk gaan dalen. En dat gebeurt weliswaar wat later. Deze wordt genegeerd, vals signaal. Maar hier is hij voor het echt. Kijk, de prijs sluit onder de onderste band van de Keltner channels. Het dalende momentum neemt toe en hop, daar komt die prijsdaling. De Keltner channels gebruik ik, met name als ik technische analyses doe, als ondersteuning om te bepalen of de trend gaat omkeren van bearish naar bullish. Niet als een absoluut signaal. Er zijn veel trading bots die gebruiken de Keltner channels als signaal om in een long trade te gaan. Er zijn best veel trading bots die dat doen met vaak best wel veel succes. Want zo gauw de prijs eenmaal in de bovenste band van de Keltner channels komt, zoals hier, is dat vaak al een voorbode van een stijgende prijs. Kijk, de prijs komt binnen de bovenste band te staan, voorbode van een stijgende prijs. Prijs komt binnen de bovenste band te staan, voorbode van een stijgende prijs. Komt vaak voor, dus je kunt uiteraard zeker stoplossen en zo. Je kunt hier ook, komt binnen de bovenste band te staan, stijgende prijs. Andersom ook, hè, de prijs komt in de onderste band te staan, voorbode van een dalende prijs. Dus ook kun je hem ook interpreteren. Maar het feitelijke signaal is, als de prijs sluit onder de onderste band, neemt het bearish momentum toe. En als de prijs sluit boven de bovenste bullish band, dan neemt het bearish, als de prijs sluit onder de onderste band, dan neemt het bearish momentum toe. Dus de kans op prijsdalingen groter.
En als de prijs boven de bovenste band sluit, neemt het bullish momentum toe, is de kans op prijsstijgingen groter. Zo, hoe uitgebreid, Arjen, kun je het hebben? Dat is in grote lijnen het verschil tussen de beide banden. Ik gebruik bij de CryptoCoiners daytrading strategie de Keltner Channels voor de laatste bijkoopactie. De eerste koopactie vindt plaats bij een oversold scenario, bullish bands. De tweede koopactie, dus de eerste bijkoop, vindt ook plaats of bij een oversold scenario of als de prijs de breedte van de bullish bands is gedaald, wat we hier dus doen. En de tweede bijkoop en laatste bijkoopactie vindt plaats als het momentum omkeert naar bullish. En daar heb je dus die Keltner Channels voor nodig. Vandaar dat je met de Keltner Channels zit inschakelen na de eerste bijkoop, bij de tweede bijkoop eigenlijk. Ik hoop dat ik het zo duidelijk genoeg heb uitgelegd. En misschien dat we dit stukje er wel even uitknippen en in een aparte video opnemen. Want dit wordt best wel heel vaak gevraagd. Wat is nou eigenlijk het verschil tussen die twee? Maar niet op de manier waarop jij het deed. Dus nu heb je het antwoord echt helemaal in de knip. Ik hoop dat je er wat aan hebt gehad. Kees zegt, ik kan over een maand via Binance toch nog steeds kijken wat er met de markt gebeurt om vanuit daar te handelen via Bitfavo. Denk het wel. Ja, je kunt in ieder geval de charts bekijken. Je kunt niet traden, maar je kunt wel de charts bekijken, absoluut. En toen scrolde dat opeens weer. Kan ik even een slok water nemen? Moment hoor, even kijken waar ik gebleven ben. Die heb ik gehad. Nu even het water. Jeroen Teuns, die zegt goedenavond. Dag Jeroen, goedenavond. Ook uit Antwerpen. Als jullie binnenkort het Binance-verhaal verder kaderen, neem jullie dan ook even kort de huidige Binance-moeilijkheden in België mee? Het antwoord is ja. Het is één van de twee redenen dat de stream die we hadden gepland voor Binance, of over Binance, is verschoven naar volgende week dinsdag. Hij stond oorspronkelijk op de rol voor deze week. Morgen of uiterlijk vrijdag. Maar nogmaals, we hebben nog geen helderheid over België. We zitten echt nog te wachten op een reactie van Binance. In ieder geval Binance Europa. En ik kan zelf niet zo goed de komende paar dagen. Ik heb morgenochtend nog wat tijd voor de podcast. Daarna is mijn tijd extreem beperkt. Dus dat was de tweede reden. Maar een belangrijke reden was toch ook België. We hebben best wel veel Belgische leden in onze community zitten. En daar is nu ook wat onduidelijkheid en onzekerheid. Er zijn al wat dingen aan de hand op dit ogenblik. Waar je tot voor gisteren nog, of tot en met gisteren nog kon traden. Je kon nog future training doen volgens mij. Je kon zelfs volgens mij nog leverage training doen in België. Dat kan niet meer, dat is allemaal uitgezet. Dus ik denk dat dat een reactie is van Binance op de uitlating van de Belgische toezichthouder. En ik denk dat het laatste woord er nog niet over gezegd is. Ik heb geen informatie hierover van Binance Europa of van Binance Benelux, totaal niet. Maar het feit dat Binance nog niet is gestopt in België, maar dat ze gewoon nog steeds in ieder geval kunt spot traden, geeft aan, naar mijn mening, dat ze niet zomaar zeggen van oké, gaan we doen, we doen wat u zegt. Ik denk dat ze dit al iets verder nog gaan spelen, dat ze toch nog steeds druk in onderhandeling zijn. Maar ik snap de onzekerheid en we proberen te doen wat we kunnen, of we doen wat we kunnen, om je volgende week dinsdag hier meer helderheid over te geven. GCap zegt, je hebt het over long en short gaan. Begrijp ik het goed dat als je short gaat, dat je bestaande coins gewoon verkoopt en lager terugkoopt? Of is het zoiets als bij het schrijven van opties? Nee, short gaan heeft niets te maken met opties schrijven. Een optie is een... dit is heel kort door de bocht. En als je een traditionele aandeeltrader bent, dan weet je dat wat ik nu zeg niet helemaal klopt. Maar ik vind het toch altijd wel een aardige vergelijking. Opties lijken wat meer qua karakter op futures. In geen van beide gevallen koop je de munt echt. In beide gevallen sluit je een contract af met iemand anders. Waarbij je het recht hebt om die munt te kopen of te verkopen. En bij futures wordt dat recht afgekocht door steeds weer dag na dag bij te betalen of geld te ontvangen. En opties geef je het recht om een bepaalde munt te kopen voor een bepaalde prijs, of om een munt te verkopen voor een bepaalde prijs. Of een aandeel. Dat doe je. Dus je koopt opties als je verwacht dat de prijs behoorlijk gaat stijgen. En ze hebben een expiratiedatum. Dus ze vervallen een keer. En als die datum voorbij is, kun je niks met die opties. Zijn ze waardeloos geworden. Of je koopt ze als je verwacht dat de prijs gaat dalen. Maar opties bestaan ook in de cryptomarkt. Ze hebben zelfs even gewerkt volgens mij op Binance. Maar bestaan op dit ogenblik niet. Nee, short gaan is iets anders. Er zijn eigenlijk twee soorten posities, zoals het heet, die je kunt innemen als je een trade doet. Wij hebben net om 19:54 een long positie genomen. Wij hebben iets gekocht. We hebben deze munt gekocht
omdat wij verwachten dat de prijs ervan gaat stijgen. Dat doe je dus door een long-positie te nemen. En waarom dat long heet, ja, een beetje een overblijfsel uit het verleden. Het tegenovergestelde van long is short. In het woordenboek kun je dat ook wel terugvinden. En een short-positie nemen betekent dus niet dat je iets koopt, maar betekent dat je iets verkoopt. Nou, je neemt een long-positie omdat je denkt dat de prijs gaat stijgen. Je neemt een short-positie omdat je denkt dat de prijs gaat dalen. Dus bij een long-positie verkoop je met winst. En bij een short-positie koop je uiteindelijk terug met winst. Je hebt, als je het goed hebt gedaan en je hebt de chart goed geanalyseerd, dan zou je hier bijvoorbeeld een short-positie nemen op dit punt. Laten we bijvoorbeeld dit munt maar even nemen. Hier zo, de markt is hier overbought. Kijk, ik hoop dat je hem kunt zien. Ik zal het even iets uitzoomen. Zo, daar zo. Kijk hier. Ik zal de candle even wat accentueren. Kijk, dit is een situatie waarbij deze munt oversold is. Kijk maar hier, de candle sluit boven de bovenste band van de Keltner Channels. Hier zie je de stochastic oscillator, dat beide lijnen elkaar kruisen. En hier komt het definitieve verkoopsignaal. Dus dit zou het moment zijn dat je short zou gaan, of sorry, een short positie zou nemen op deze munt, als je hem hebt. Dus als je deze munt toch hebt liggen, zou je kunnen zeggen, weet je wat, ik verkoop ze even. Want dan krijg je allerlei signalen dat de prijs gaat dalen. Vervolgens zie je de prijs dalen. En op het moment dat de munt oversold wordt, hier, koop je weer terug. En dan hou je uiteindelijk onderaan de streep of meer bitcoin over. Omdat je minder bitcoin hoeft te betalen bij het terugkopen. Dan dat je hier hebt gekregen bij het verkopen. Of je koopt gewoon meer van die muntjes. En je hebt dus uiteindelijk meer muntjes dan dat je daar had. Dat is een typisch voorbeeld van een short positie. Nog wel één ander ding. Een short positie nemen kun je eigenlijk alleen doen, of kun je alleen maar doen, als je de munt ook hebt. Je kunt geen munten verkopen die je niet hebt. Dus je moet aan die munt zien te komen. Nou, stel je handelt of je belegt in deze munt. Hij zit in je indexportfolio. Dan zou je er een short positie op kunnen nemen. Maar wat je ook kunt doen is short gaan. Die termen zijn wat verwarrend. Short gaan betekent dat je een short positie neemt met de munt die je niet hebt. Die leen je. Dus je zegt eigenlijk tegen iemand, geef mij jouw munten maar. Ik leen ze van je en ik geef ze wel weer een keer terug. En vervolgens verkoop je ze meteen. Dus je verkoopt de munten die je hebt geleend. En je gaat ervan uit dat de prijs daalt. En je koopt ze terug als de prijs is gedaald. Dan geef je ze weer terug aan degene van wie je ze hebt geleend. En de winst houd je zelf. De bitcoin die je ermee hebt verdiend, want je hebt er immers minder voor hoeven betalen dan dat je hebt teruggekregen toen je ze verkocht. Die bitcoins zijn voor jou. Je hebt gewoon eigenlijk geld verdiend aan de daling van de prijs van iets. Nou, short gaan heeft een... Om te beginnen... Short gaan met geleend geld, dus echt short gaan, geen short positie, maar short gaan, is iets waar wij bij CryptoCoiners het eigenlijk nooit over hebben. Daar zijn we geen fan van. En er zijn een paar belangrijke redenen voor. Je kunt er ongelooflijk mee nat gaan. En afhankelijk van wie het vraagt, zul je af en toe wat andere meningen horen. Sommige mensen zeggen, oh, kinderachtig, het hoort er gewoon bij. Als je dat goed managt, kan er niks fout gaan. Geloof me, ik heb hele andere verhalen gehoord. En nog niet eens zo heel lang geleden, begin maart, hadden wij een Power Weekend in Utrecht. Daar waren heel veel mensen, echt supergezellig. En heb ik de kans gehad om mee te praten. En een aantal mensen is naar me toegekomen, misschien ben je er wel bij vanavond, je weet maar nooit. En die hebben gezegd, joh, ik ben zo blij dat ik nu niet meer handel met geleend geld, want dit kan zo fout gaan. Bij mij is het fout gegaan, maar ik doe dat dus nu niet meer. En het heeft me ontzettend veel geld gekost. Niet alleen kun je namelijk geld lenen, je kunt vaak ook veel meer lenen dan je eigenlijk zou moeten lenen. En daar heel met al dat geld gaan traden. Als dat fout gaat, dat wordt ook wel margin of leverage trading genoemd. En als je dat niet goed managt, dat is eigenlijk het allerbelangrijkste, kun je daar op een enorme manier de bietenboot mee opgaan. Dat is niet wat je wilt. Dus het is superbelangrijk dat je je risico maximaal managt. Nou begrijpen wij ook wel bij CryptoCoiners dat wij wel kunnen roepen en kunnen zeggen dat je niet moet gaan leverage traden. We weten dat mensen het toch doen. En we weten ook dat het volume in de markt op dit ogenblik zo beroerd is dat je vaak niet meer om leverage trading uitkomt. Als je op een, ja, hoe zeg ik dat? Als je het maar op een verantwoorde manier doet. Dus we kijken ernaar hoe we dit misschien kunnen verpakken op een manier die het risico tot het absoluut minimum beperkt. En short gaan betekent dus sowieso dat je geld leent. Je gaat naar Binance bijvoorbeeld, nu nog. Nou, dat kan in Nederland niet. Het kon in België wel, nu kan het niet meer. En je zegt, hey, doe mij een plezier, geef me even wat van deze munten. Ik betaal je rente erover.
En je krijgt ze weer van me terug. Vervolgens verkoop je de dingen meteen. Je wacht totdat de prijsdaling voorbij is. Koop ze terug. Geef de munt aan Binance terug. Tel uit je winst. Dus dat is wat shortgaan is. Nou, de nadelen om te beginnen. Je betaalt rente. Niet zo heel spannend, maar toch. Nadeel nummer 2. Er is een eind aan wat je met een short trade kunt verdienen. Namelijk nul. Als de munt naar nul zou gaan, wat natuurlijk in de praktijk nooit gebeurt, maar stel dat. Ja, dat is de maximale winst die je kunt pakken. Meer kun je niet pakken, want de munt zal nooit naar lager dan nul gaan. Bij een long trade kan tot in oneindige hoogte stijgen. En het derde nadeel is het verlies. Als de munt opeens snel stijgt en je hebt geen stoploss geplaatst, en geloof me, er zijn nog steeds mensen die geen stoplossstrategie hebben, dan kun je heel, heel, heel veel geld verliezen. Want uiteindelijk wil je die munt weer een keer kunnen terugkopen. Doe je dat niet, dan verlies je gewoon. Hij is zo duur geworden ten opzichte van wat jij er uiteindelijk voor hebt gekregen toen je hem verkocht. Daar zit je niet op te wachten. Dus er zijn nadelen. En in de aandelenmarkt was het tot voor een paar jaar geleden zo dat mensen die short gingen, daar werd heel erg, of dat terecht is, moet je je afvragen, maar daar werd heel negatief naar gekeken. Van aha, dus jij probeert te verdienen aan de ellende van een bedrijf. Nou ja, zo kun je het ook zien. Het zou ook afgunst kunnen zijn dat mensen dachten, oh, verdorie, had ik dat maar gedaan. Maar er zijn ook mooie verhalen over grote investeerders die short gaan. Bijvoorbeeld op Herbalife. Die zijn short gegaan, we zeiden het bedrijf klopt van geen kanten. Wij gaan ontmantelen, we gaan laten zien dat dat bedrijf misbruik maakt van mensen die voor hen proberen te verkopen. En wij gaan de aandelen van dat bedrijf absoluut naar beneden halen, naar nul halen. Maar voordat we dat doen, gaan we eerst nog even lekker short. Ja, dat zijn misschien praktijken die niet zo heel ethisch zijn. Ze hebben het wel duidelijk aangekondigd, ze hebben het niet stiekem gedaan. Er gaan wat geruchten, dat bijvoorbeeld Gary Gensler short is gegaan op aandelen Coinbase, om hem wat te noemen. Voordat hij niet, het is zo'n gerucht hoor, ik weet niet of het waar is, maar het is interessant om te noemen. Gary Gensler, als je zegt van wie is dat nou weer? Dat is de grote baas van de Amerikaanse toezichthouder, de SEC. En er gaan dus geruchten dat hij is short gegaan voordat hij SEC Coinbase is gaan aanpakken. Tja. Oké, dus dat is wat short gaan is. Ik hoop dat ik het zo goed heb verteld. Maar dat heeft dus niks met opties te maken, GCAP. Misha, een beetje laat binnen, Misha. Hoe laat was dat? Ah, valt wel mee. Komt waarschijnlijk door ons, omdat je de link niet goed had. Sorry daarvoor. Leuk dat je erbij bent. Dag Mario, Bernard. Ah, Bernard. Ja, ik zag jouw berichten in de chat. Ik ben er nu weer bij, zegt hij een half uur later. Bernard, sorry. Jij bent echt het slachtoffer geworden van een fout van ons. Wij hadden de link naar de stream van ons CryptoCoins Café niet openbaar staan. Ik weet niet precies hoe dat kan. Degene die de link heeft gemaakt heeft waarschijnlijk dat niet gezien. Ik had het normaal gesproken misschien wel kunnen zien. Ook niet gezien, sorry daarvoor. En als gevolg daarvan, dat kun je niet meer aanpassen. Als de stream in mijn live staat, en dat stond hij, kun je dat niet meer veranderen. Dus ik kon niks anders doen dan de stream stoppen. En meteen, en ik had nog maar anderhalve minuut. En een nieuwe stream starten. Sorry daarvoor. Maar je bent er weer. Nicole zegt, ik denk er inderdaad ook over om op alle subaccounts $1 te laten staan. Indien Binance weer actief wordt, je wel zeker weet dat je je subaccounts houdt. Oké, ik weet niet of dat zo is, maar oké. Ik had inderdaad net een vraag gesteld over BNB. Graag had ik je mening gehoord wat te doen met de verzamelde BNB wanneer Binance in Nederland en mogelijk België sluit. Oké, Bernard, jij vraagt mij letterlijk om een advies over een munt. En als je ons al wat langer kent, dan weet je dat wij dergelijke adviezen nog nooit gegeven hebben. En dus ook nooit zullen geven. Dat is eigenlijk een altcoin vraag. Dus ik kan je het antwoord op die vraag niet geven. Los van het feit dat als dit een aandeel zou zijn, dat het niet eens zou mogen. Hè, want dat vertel je gewoon niet, dat is verboden. In ieder geval als het om aandelen gaat. Bij crypto vind ik het ook niet ethisch en niet kiezen om te doen. Want ja, stel dat ik helemaal gek ben op BNB en ik heb heel veel van die muntjes. Dan is het in mijn belang dat er zo weinig mogelijk van die munten worden verkocht. Dus dan zou ik tegen je zeggen, sterker nog, je moet er gewoon nog veel meer bij kopen. Het is niet echt iets waar je wat mee kunt. Het is voor mij een advies dat goed is, maar voor jou misschien niet. Dus ik kan je dat advies gewoon uit ethische beweegredenen al niet geven. Het enige wat ik voor je kan doen is het volgende. Doe opnieuw een analyse van wat jij denkt dat er met Binance gebeurt in de komende tijd. Denk je dat ze dit gaan overleven? Denk je dat ze hier sterker uitkomen? Denk je dat dit de genadeslag is voor Binance? Denk je dat de blockchain, de BNB blockchain, dat die op zich een bestaansrecht heeft? Dat zijn plusjes.
Denk je dat de apps die worden ontwikkeld voor de Binance blockchain, of dat ding heet dan niet eens meer de Binance blockchain, maar de BNB blockchain, denk je dat die apps bestaansrecht hebben? Dat zijn pluspunten. Maar als jij denkt dat Binance zelf het eigenlijk misschien niet gaat redden, whatever, dat zijn minpunten. En weeg dat gewoon af. En je zou natuurlijk kunnen zeggen, in dit geval, ik wil de munt graag hebben. Ik heb er heel veel van, maar weet je wat? Ik hou de trends toch even goed in de gaten. En ik neem desnoods een short positie op mijn eigen BNB, wat ik net heb uitgelegd. En ik verkoop ze nu en ik koop ze terug als ik merk dat de prijs ervan weer begint te stijgen. Als de munt oversold begint te raken, ook op de wat langere timeframes. Dus dan kijk je ernaar vanuit het standpunt van een belegger, maar wel met een tradersmutsje op. Van, hé, wacht eens even, ik kan hier misschien gewoon wat aan verdienen. Waarom zou ik dat niet doen? Ik ga gewoon short op mijn eigen bezit. Kan ik gewoon doen. Ik hoop dat je wat kunt met het antwoord. Ik snap dat dit een uitdaging is. Rohan. Goedenavond, zegt Anita. Oh, sorry, ik sla iets over. Maarten. Heb een klein beetje dust staan. Kost me meer wegtrekken dan laten staan. Die nog geen euro. Ja, dat is gewoon... Ja, klopt. Ik snap het punt. Iemand anders postte net in de chat een melding dat hij wat bier heeft gekocht voor die paar euro die hij nog had. Heeft hij met zijn Binance card betaald. Ja, je zou even naar de API kunnen lopen als je een debitcard hebt en daarmee even wat nog wat halen. Zakje drop of zo, noem maar even wat. Rohan die zegt, heb jij ook een verklaring waarom het volume op handelsplatformen veel lager is dan 2 jaar geleden? Vanwege bear market, minder day trading, ook op Binance. Ja, heb ik Rohan, en ik heb er ook wel eens in de podcast wat over losgelaten. Heeft alles te maken met de angst in de markt op het ogenblik. De financiële situatie van heel veel mensen is veel slechter geworden de afgelopen jaren. De afgelopen 1,5 jaar met name, door de oorlog natuurlijk. Omdat de inflatie zo gigantisch is toegenomen. Er lijkt geen zicht op structurele verbetering. De inflatie is wel minder geworden, maar alles wordt nog steeds duurder. Alles is nog steeds duurder dan een jaar geleden. Niks is goedkoper. Of gemiddeld gezien is het niet goedkoper dan een jaar geleden. Dus we hebben nog steeds te maken met een hoge inflatiedruk. Er komt een recessie op ons af. Daar worden mensen niet vrolijk van. Steeds meer mensen merken dat het aan het eind van de maand lastig wordt. En dat vaak al 10 dagen voor het eind van de maand het lastig wordt. Dat creëert nou niet echt een stemming van, hey, ik heb nog wel wat geld over, ik ga dat eens even lekker beleggen of ik ga er lekker mee handelen of zo. Veel mensen hebben de beslissing moeten nemen om onder water, dus terwijl ze meer hebben betaald voor hun bedrag, voor hun bezit, dan dat ze er nu voor terugkrijgen, een aantal coins te verkopen om dan maar gewoon weer de maand te halen en zo. Ja, dat is niet alleen in Nederland zo, dat is wereldwijd zo. In heel veel landen speelt dit. En dat betekent dat er minder wordt gehandeld. Er is veel meer onzekerheid, er is een panieksentiment aan de gang met heel af en toe een extase sentiment. Maar over het algemeen zijn de markten eerder bang dan dat ze heel happy zijn. Dus dat verklaart al waarom er relatief weinig handelsvolume is. Ik zit trouwens te kijken naar een chart, zonder dat ik de chart zelf zie. Wel leuk om even er echt bij te pakken wat hier speelt. Veel gebeurt er nog steeds niet. We staan een beetje in de plus nu. Het is allemaal niet heel spectaculair dit. Kijk, een paar dingen zijn leuk om te zien. En altijd weer, dit is ook interessant voor degene die straks die vraag stelde over die MA20. En, of eigenlijk over de Bollinger Bands en de Keltner Channels. Kijk, hier heb je een aftreksom. Die gele lijn die je hieronder ziet, is de MACD. Dat staat voor Moving Average Convergence Divergence. Hele moeilijke term. Maar wat het eigenlijk is, die gele lijn, is de aftreksom van een punt. En dat punt is het verschil van 2 lijnen, namelijk de EMA26 en de EMA12. Als je die van elkaar aftrekt, dat punt, dan krijg je een waarde en dat zie je hier, die waarde. En die rode lijn is het gemiddelde van die gele lijn, van volgens mij 9 punten van de gele lijn. En dit is een hele aparte lijn, want deze loopt vaak vooruit op wat deze lijn gaat doen. Kijk, je ziet hier een doorbraak, een cross, zoals we dat noemen. De gele MACD-lijn kruist door zijn eigen voortschrijdende gemiddelde heen. Ook weer in de EMA trouwens. EMA 9. Kruist er doorheen. Dit is een momentum en een trend reversal signaal. Het is niet het definitieve signaal, het is een signaal. Dat is 1. Opeens wordt hier het histogram dus ook groen. Dat gebeurt zo gauw die gele lijn boven de rode staat. Dit is dat trend en schuine streep momentum reversal signaal. Kijk wat er gebeurt met de gele lijn hier, die MA20. Die loopt naar beneden. Ik teken hier even een lijntje bij. Deze stippellijn hier. De tweede stippellijn. Deze rode lijn loopt omhoog. Deze signaallijn. Deze gele lijn loopt naar beneden. Maar als deze rode lijn omhoog begint te lopen, weet je dat in bijna alle gevallen het een kwestie van tijd is voordat die gele lijn erachteraan gaat.
En dit is niet 100% zekerheid, maar als trader kun je hier wat mee. Namelijk het volgende. We zien hier al dat de trend behoorlijk bullish is. Die lijnen staan ver uit elkaar en de MACD-lijn is al op weg naar het histogram, oftewel is op weg naar de nullijn. Hier zie je de stochastic oscillator naar boven lopen. Die komt langzaam maar zeker in overbought gebied, maar het momentum is nu opwaarts. En dit signaal is geldig omdat ook de prijs opwaarts beweegt. Als de prijs zijwaarts zou bewegen, dan zou dit signaal niks betekenen. Ik ken genoeg traders, zelfs op YouTube, en denk bij mezelf, hoe durf je zo te traden? Die nemen dit ding als heilig, terwijl de prijs zijwaarts is. Heb je niks aan deze indicator? Maar goed, dat moet ze vanzelf weten. Wij bij CryptoCoiners weten hoe het echt zit. Als de prijs omhoog gaat, jij weet dat dus nu ook. Als de prijs omhoog gaat, is dit een geldig signaal? Is dat niet zo, heb je niks aan dit signaal. Dus de prijs moet bewegen, want een stochastic oscillator maakt gebruik van het verschil van de huidige prijs met closes. De afgelopen, wat zijn het volgens mij, 14 closes. Ik weet niet hoeveel er zijn. 14 closes. Ja, 14 closes zijn het. Dus dat is belangrijk. Om, die closes moeten wel bewegen qua prijs, anders heb je er niks aan. Maar terug naar wat ik wilde zeggen. Deze loopt omhoog. Deze loopt omhoog. Deze loopt nog niet omhoog. Dat is een kwestie van tijd. Het kan bijna niet anders meer dan dat deze MA20-lijn zometeen ook gaat stijgen. En omdat de prijs nu al een paar candles lang, een minuut of 9 inmiddels, want dit is een 3-minuten chart, boven die MA20 staat, is dit nu een supportlijn geworden, ondersteuning. En ik zeg erbij, jammer dat we het zo traag zien, want dit is een 3-minuten chart. Er kunnen al gekke dingen gebeuren, maar normaal gesproken zal deze lijn zo meteen, dat duurt misschien nog 2 of 3 candles, omhoog knikken, naar boven blijven lopen. En de prijs blijft er dan boven hangen. Het is immers een supportlijn geworden. En doorkruisen we zo meteen deze oranje alertlijn. Er gebeurt dan niks. Anders dan dat we een pieptoontje horen. En dan weten we van, hey, interessant. We staan nu echt in de wind. En ik heb deze behoorlijk hoog gezet, zoals je ziet. Omdat ik ervan uitging dat de trade nog wel even, dat misschien wat sneller zou gaan dan nu. Een flinke daling gehad. Het kan zijn dat ik straks, ook omdat we gaan stoppen met het café, we zijn al bijna 1,5 uur bezig, besluit om gewoon het meteen te verkopen voor een veel lagere prijs. Maar we staan dan sowieso al in de winst. Het gaat nergens over natuurlijk, de winst is super laag. 0,16% op een kwart van de portfolio. Dat is 3 keer niks, dat is 0,04%. Dat is nauwelijks winst. Maar goed, liever een klein beetje winst dan helemaal niks. Misschien halen we nog wat meer uit. De voortekenen zijn er. Het lijkt erop dat we zometeen nog verder stijgen in prijs. Bijna alles wijst in de richting, behalve één klein dingetje. Dat is het geniepige. Dat is het volume. Kijk, het volume was hier even lekker hoog. Neemt nu weer zwaar af. Dus dat is het enige nadeel waar je op wilt letten. Een stijgende prijs en een dalend volume, dat is niet goed. We wachten het af. Ik zal even een timer zetten, zoals net ook, dat ik hem goed in de gaten houd. Kan ik maar nog even wat vragen beantwoorden? Hoppa, en dan ging YouTube weer natuurlijk. Moment hoor. Ja. Kun je van een bestaande trade in HyperTrader zien wanneer die begonnen is? En kun je die nog aanpassen? Ik bedoel, rechtsbovenaan, die tabs nieuw, open en filled. Ik snap de vraag niet. JM Hubert stelt die vraag. Kun je een bestaande trade nog... Ik snap de vraag niet. Nog een keer. Dus als je wilt, herformuleer hem even, want ik begrijp echt niet wat je bedoelt. Arjan zegt, super bedankt voor de uitgebreide uitleg. Arjan, graag gedaan. Ik hoop echt dat je er wat aan hebt. Roger die zegt, Roger, ik ken mijn naam. Die hebben we gisteren ook gezien. Gisteravond hadden we echt een, naar mijn mening, fantastische sessie op Patreon. Ik heb daar echt, ik heb er echt wel eventjes over nagedacht. Ook na afloop nog, toen ik even zat te praten thuis, van, ik zeg, dat was interessant, heel erg interessant. Het ging, als je er niet bij was, wat ik me goed kan voorstellen, want er waren maar 20, 25 mensen. Het ging over veel meer dan crypto alleen. Patreon is ons platform dat we hebben opgezet om verder te kunnen gaan dan alleen crypto. Het gaat veel meer over mindset. Het gaat over dingen als motivatie, discipline, time management, maar ook eigenlijk over alles wat met mindset te maken heeft. En ook over geld en over houding ten opzichte daarvan. Natuurlijk ook over beleggen en traden en zo, maar de focus ligt op dingen die we bij CryptoCoiners zelf niet zo heel vaak kunnen bespreken. En Roger was daarbij. En we hebben bewust de vragen even laten lopen, omdat er zoveel andere vragen waren die echt met crypto te maken hadden. Maar ik zie dat Roger, die zei het volgens mij gisteren al, ik heb ook nog een paar crypto-vragen. Ik zei, stel die nou vanavond even of morgenavond even in het café. Pak ik ze daar wel even op. Nou Roger, daar gaan we.
Ik had nog een vraag tijdens de PSMS-sessie van gisteren, waarop je wellicht antwoord kunt geven. Ik zie in TradingView vaak charts met platte candles. Kun je in verband met time management ook op handelsvolume selecteren, zodat je charts met platte candles kunt wegfilteren uit de lijst? Het kost me veel tijd om door de charts te gaan. Ja, dat kan. Niet op TradingView. Op TradingView kun je dat ook doen. Eigenlijk op een soortgelijke manier als je het hier doet. Je kunt ook een hotlist maken op TradingView. Kevan doet dat. Dus ik ga dan morgen even naar Clubhuis als je het op TradingView wilt zien. Op HyperTrader kun je dat ook. Dat doe ik zelfs. Als ik niet... Oké, voor de zekerheid. Ik trade nu op dit ogenblik met dat ding boven mij. De CryptoCoin Scanner. Maar je hebt natuurlijk die scanner niet nodig om te kunnen traden. Je kunt ook gewoon zelf die signalen zien. Want die scanner is geen tovermiddel. Het enige wat die scanner doet is kijken naar de charts. En kijkt of een candle sluit onder de onderste band van de bullish bands. Of de stochastic oscillator klopt. Of het volume klopt. En zo ja, dan meldt hij dat. Dat is alles wat hij doet. Kun je ook zelf. En de scanner heeft de mogelijkheid om te zeggen, of tegen de scanner, ik wil alleen charts zien met een volume dat groter is dan bijvoorbeeld 50 bitcoin sinds de afgelopen dag. Je kunt dat ook zelf doen door aan de linkerkant de hotlist aan te zetten. Dat is deze lijst. De derde knop is dat. En dan zeg je vervolgens, ik wil alle bitcoin paren zien. En ik sorteer ze even op volume aflopend. Zo. En dan zeg je daarna, ik wil alleen maar de charts af met een handelsvolume, laten we zeggen, meer dan 50 bitcoins of iets dergelijks. Dan kun je twee dingen doen. Je kunt het gewoon op basis van deze lijst doen, wat ik vaak doe. Je kunt ook zeggen, ik maak hier even favorieten van. Alles boven de 50 bitcoin. En dan ga ik die favorieten nog even op trend. Alleen maar charts met trend op de dag, de 4 uren en het ureninterval met een positieve trend, een bullish trend, wil ik bekijken. De rest laat ik vandaag lopen, morgen maak ik weer een lijst. Dit is de methode die ik gebruik tijdens, moet ik even goed nadenken welke kliniek. De laatste, de start met tweede kliniek, die net klaar is, heb ik exact dezelfde methode gebruikt. Dus zo doe je het op HyperTrader. Wil je het op een ander handelsplatform doen, niet via HyperTrader, maar TradingView. Dus werkt op dezelfde manier, de lijst staat dan alleen aan de rechterkant. En Kevan gebruikt die truc. Dus dan wil je morgen even naar Clubhuis hem daar die vraag stellen. Oké, dat was dat. Dan gaan we even terug naar de chart. Kijken hoe dat erbij staat. Weinig beweging op het ogenblik. Ah, kijk, de lijn begint omhoog te gaan. Zie je dat? En het mooie is, nu daalt hij wat, maar kijk, nu gaan we eens kijken of dit uitkomt, deze verwachting. Het mooie is, dit is dus nu een supportlijn geworden. Als deze lijn dalend is, elke dalende lijn is over het algemeen een resistance lijn. En elke stijgende lijn is over het algemeen een supportlijn, als het gaat om trendlijnen. En dat met name dynamische trendlijnen, zoals hier. En dat komt omdat bij een dalende lijn de prijs bijna altijd onder zal staan, zoals hier ook het geval is. De prijs staat gewoon onder die gele lijn. Maar als de prijs er eenmaal een paar keer doorheen breekt, zeg maar structureel doorheen breekt, een paar candles op rij sluit, ik doe al wat 3, oftewel 1, 2, 3, daar heb je hem. Nu kun je ervan uitgaan dat dit een supportlijn is geworden. En dat een kwestie van tijd is, omdat de prijs erboven staat, dat die lijn ook gaat stijgen. Het is immers een voortschrijdend gemiddelde. En wat nu interessant is, is om te kijken of die support houdt. Je zag de prijs even droppen, zoals het zo mooi heet, even dalen. Die schoot even naar 1991 toe, hij staat nu op 1992. En op 1990 kwam hij niet, want dat zit net onder de lijn. Daar is hij nog net boven gebleven. Dus de support houdt op dit ogenblik nog. Het wordt interessant om te zien of dat zo blijft. Dit staat er nog steeds goed voor. Er vlakt een beetje af, maar dat is wel heel erg op de candle kijken. Kijk, we zitten met een groen histogram. We zitten nu met een stijgende MA20, oftewel support op dit ogenblik. En we zitten, allerbelangrijkste, met een stijgende signaallijn. We hebben dus te maken met convergentie. Zo'n beetje alles is het wel met elkaar eens. We krijgen wel een overbought signaal hier van de stochastic oscillator. Prima, voor de rest klopt alles nog. De kans op prijsstijgingen is nog steeds aanwezig. Sterker nog, is best wel heel groot. We wachten nog een paar minuten en desnoods verkopen we dan even wat. Dan daalt deze break-even lijn. Dan trailen we met de rest nog even wat mee. Ik doe dat zo meteen. Kunnen we meteen wel doen. Weet je wat we doen? We verkopen even de helft. Deze verkopen we even. Ik haal deze verkooporder even weg, die hier staat. Als me dat lukt. Ja, is nu weg. Nu heb ik alles available. En ik verkoop nu even datgene wat we nu hebben staan voor de askprijs. En dan ga ik even naar sell. Want ik ga deze paarse lijn naar beneden halen. Ik verkoop de helft van wat we hebben voor de huidige askprijs. Dat lukt waarschijnlijk niet meteen. Even kijken. Nee, je ziet er is op dit ogenblik... we staan nu in de wachtrij, om het zo maar te zeggen. Wat je zou kunnen doen, dit is een gokje, maar ja, waarom ook niet.
Je zou kunnen zeggen, ik wil het gewoon nu als eerste verkopen. Ik wil vooraan in die wachtrij. Sterker nog, ik wil niet eens in die wachtrij. Ik wil niet in het orderboek. Ik maak er een market order van. Ik zeg gewoon opnieuw, ik verkoop de helft tegen de market order. Het nadeel is dat er nu, het voordeel is dat er altijd wordt verkocht. Het nadeel is dat er ook wordt verkocht als er geen biedingen zijn voor dat bedrag. En dat betekent dat het nu kan gebeuren dat we een verkoopprijs krijgen die lager is dan de huidige prijs. En misschien zelfs verlies maken. Maar het is altijd interessant om te kijken hoe dit uitspeelt. Dus ik verkoop nu de helft en kijk wat er gebeurt. De prijs is iets lager verkocht dan ik net al dacht. Maar we staan nog steeds in de winst. Spectaculair is het allemaal niet. We hebben een klein beetje winst gemaakt op de eerste helft van deze trade. Ik kan nu een paar dingen weghalen, namelijk deze bijkooporder die er staat. Die hebben we natuurlijk niet meer nodig, want we zijn technisch gezien bijna klaar met de trade. En ik loop even met de trade mee. En ik laat je dit bewust zien. Dit gaat waarschijnlijk helemaal fout. Want ik ga nu een stoplimit sellorder plaatsen voor de huidige prijs. Even kijken, 1989, 19. De stop staat op, de break-even staat op 1989, dat is deze. Zo. En ik zet de stop één tikje hoger. Dit kan slippage opleveren. Oftewel een situatie waarin de prijs, als de prijs gaat dalen, door de stop heen valt. Dat is prima, dat moet gebeuren. Maar er zo weinig volume is, want moet je eens kijken, er is gewoon een drama op dit ogenblik, dat de prijs zelfs door de sell heen valt. Nou, helaas, gelukkig voor mij, helaas voor het voorbeeld, geen slippage. Ik heb weten te verkopen voor de prijs en voor de sellprijs. Dus eigenlijk een eigen geldje gemaakt. Iets winst gemaakt, maar commissie moeten betalen. Dus uiteindelijk heeft het helemaal niks opgeleverd. Maar wat ik had willen hebben eigenlijk is dat we slippage hadden gezien. Oftewel, er is zo weinig volume dat de prijs gewoon blijft dalen en door onze limit sell order heen valt en we dus gewoon met de gebakken peren zitten. We hebben iets nog steeds in de verkoop staan, maar wat we eigenlijk al willen verkopen en dat is niet gelukt. Nou, helaas, waarschijnlijk komt het ook door het lage volume van deze trade natuurlijk. Gelukkig voor de trade, helaas voor het voorbeeld, is er geen slippage opgetreden, maar de kans op slippage is in zo'n geval heel groot. Oké, dat was hem. De trades zijn eigenlijk onderaan de streep, nul. Zo niks te doen natuurlijk vanavond. Nauwelijks volume, je weet het. Toch misschien leuk om dit in beeld te hebben gezien. Met name wat je ervan had kunnen opsteken. Of misschien hebt opgestoken is de enorme relatie tussen die signaallijn die omhoog gaat. Of correlatie eigenlijk. En die MA20 die naar beneden duikt. Dat betekent bijna altijd een ommekeer van die MA20. Je ziet nu dat die lijnen bij elkaar in de buurt beginnen te komen. De trend is volgens de MACD trouwens nog steeds bullish. Het kan zomaar zijn dat de prijs omhoog gaat, maar je ziet op dit ogenblik, en deze candle is bijna klaar, is dit de eerste close onder de MA20. Nog 2 seconden, 1 seconde, mijn beeld in ieder geval. En nu komt er zometeen een nieuwe candle. Deze candle is gesloten onder de supportlijn. Als dat 3 keer op rij gebeurt, keert die trend weer vrolijk om naar bearish. Oké, tot zover dit. Ik zal de scanner even stoppen, want die hebben we niet meer nodig vandaag. Zo, en dan ga ik nog even een paar vragen doen. Die heb ik gedaan. Mijn partner heeft deze avond nog leverage training op Binance gedaan. Dus het kan nog of het kan weer hier. Oké, interessant. Ik heb van een paar andere mensen begrepen dat het niet meer mogelijk is. Kijk, daar duikt de prijs. 2e candle, waarschijnlijk onder de MA20. Dit lijkt een bearish verhaal te worden. Dankjewel Kevan voor het beantwoorden van de platte scanner toestand. Short gaan. Zelfs bij leverage van 1 keer, als de koers verdubbelt, word je geliquideerd. In de praktijk zal zo... Ja, precies. Maurice geeft het aan. Klopt. Maurice is dat een... Maurice geeft al aan waarom short gaan, dus geen short posities nemen, maar short gaan. Zelfs als je eigenlijk niet leveraged, je gaat 1 keer short, dat gewoon een risky business is. Daar wil je zo voor uitkijken. Hier schreef iemand... Moment hoor, het scrolt af en toe even. Laurens, je zegt... Hoi, we hebben met een ploegje vrienden een vereniging opgericht om in crypto te traden. Daar hangt ook een zakelijke rekening aan. Op Binance kon dit, maar weet jij een andere exchange waar je je zakelijke rekening kunt koppelen? Bij voorbaat dank, Laurens. Ik heb daar laatst wat over gezien. Dat kan volgens mij bij een van de exchanges die wij op dit ogenblik aan het beoordelen zijn. Sterker nog, we hebben al een affiliate overeenkomst met hen. Maar we weten nog niet zeker of we met hen gaan samenwerken. Maar wel de overeenkomst al. Bijna net als bij Binance, zo'n soortgelijke deal. Maar ik kopieer jouw tekst even, Binance. Of Laurens, als je afvraagt waarom ik zo op te pielen. Dat werkt allemaal niet zo heel erg lekker.
Laurens, ik neem die vraag mee aanstaande dinsdag bij de stream, dan weet je dat. Goeie vraag trouwens. Roger, check, dat gaat over Daan, check de Discord. Oké. Zijn er mensen die iets met dat gaat... Oh ja, Alexander, toch even. Zijn er mensen die iets doen met AI, kunstmatige intelligentie of ChatGPT? We kunnen er niet omheen. Ja, kan altijd nog wel, maar niet veel mensen willen dat. Het gaat niet meer weg en het wordt steeds beter. Ik bedoel geen voorspelling, maar misschien ook codeschrijven voor in TradingView. Oftewel, of je Pine scripts kunt maken met ChatGPT. Het antwoord is absoluut. Leuk idee, Alexander. Kijk. Dit soort dingen, daarom ben ik zo dankbaar voor A, de cryptocurrency community en mensen zoals Alexander bijvoorbeeld, maar ook mensen die net de vragen stelden zoals Laurens en die vraag die eerder kwam over de goedkoopste coins. Wacht even hoor, deze hier Alexander, dat ChatGPT ding van jou, schrijf ik even op en knal ik even in een interne notitie. Doen we daar wat mee, misschien een keer een livestream of zo, puur over ChatGPT. Ik ben zelf wel een enthousiast ChatGPT gebruiker. Ik ben waanzinnig gefascineerd door die wereld. En het is leuk om dat een keertje misschien in de stream te doen. Ik moet even een paar vragen overslaan, want er zijn er zoveel nu. Ik pak er nog één of twee. Gebruik je de laatste hier. Gebruik van Robin, die is nog niet volgens mij al één keer de beurt geweest. Robert van Rulf zegt, gebruik je altijd een stop limit order... Of gebruik je ook wel eens een stop market order voor de veiligheid? Robin, op Binance, het hangt een beetje van het platform af, maar op Binance zijn stop limit orders waarbij je de stop en de limit een stukje verder uit elkaar zet, automatisch stop market orders. Dus daar heb je het probleem al opgelost. Maar ik wilde bij deze trade eigenlijk geen verlies maken. Ik heb de limit order ook op de break-even lijn gezet, wetend dat ik dan een heel klein beetje winst zou maken. Wat er gebeurde, 0,04 gaat dus echt nergens over. Dus 0,01% winst op deze trade. Poei, dan moet je er 100 van doen om een procent te pakken op een dag. Dat werkt natuurlijk niet. Normaal gesproken heb je natuurlijk wat meer ruimte om dit te doen. En dan kun je gebruik maken van een stop market order. Of kom je gebruik maken van een stop market order. Oké, de laatste dan. Dit is echt de laatste vraag. Die is van Howard. En die zegt, ik heb ooit in crypto opties gehandeld via Deribit. Ja, dat ken ik ook wel. Dat werd toen dichtgezet voor Nederlandse accounts. Nu zie ik hetzelfde bij Binance. Komt dit omdat er druk uitgeoefend wordt door een Nederlandse toezichthouder? Howard, ik heb geen... Oké, dat is niet helemaal waar. Ik heb uiteraard wat informatie. Ik weet een beetje hoe dat zich allemaal daar heeft afgespeeld. Maar ik kan je alleen maar vertellen wat het officiële verhaal is. En dat is eigenlijk het verhaal wat Binance heeft gepubliceerd. En ik kan wat vermoedens uiten. En ik vind één ding heel apart. Een paar jaar geleden heeft Binance een licentieaanvraag ingediend. En ik weet, en dat heeft Binance ook verteld, dat ze een aantal vragen hebben gekregen van DNB die ze moesten beantwoorden. En er kwamen weer nieuwe vragen, Ik heb het sterke gevoel, omdat ik wel eens vaker heb gewerkt met bureaucratische instellingen, dat hier een gemeen spelletje is gespeeld door DNB. En ik heb dit niet van Binance, integendeel. Maar als ik gewoon eens kijk hoe dit proces loopt, ik heb dit eerder gezien in andere landen. Waarbij gewoon misbruik wordt gemaakt door een paar mensen met een te grote broek aan. Mensen die vinden dat zij moeten bepalen hoe de wereld draait. In plaats van zich gewoon te houden aan de wet en gewoon toezicht te houden. Ik denk dat dat hier ook... Het zou mij niet verbazen als dit hier ook is gebeurd. Ik maak hier geen vriendjes mee. Maar dit is zo'n klassieke situatie van een toezichthouder die gewoon... Kijk alleen maar naar de SEC. Die gewoon vindt dat hij politiek moet gaan bedrijven in plaats van gewoon de regels toepassen. Kijk, als je er alleen maar aan denkt, even nog, ik heb het al vaker gezegd, maar het blijft van de dolle. Er is, en dat is op zich prima, er is regulering voor cryptobedrijven in Nederland. Die regulering, zou je zeggen, bestaat uit een aantal duidelijke voorwaarden waar je aan moet voldoen. Een aantal regels, klaar. De regels om in Nederland een licentie te krijgen zijn zo complex, zijn zo ingewikkeld. Daar kom je zonder goede advocaat, een team van advocaten, eigenlijk niet uit. Zo lastig hebben ze dat gemaakt. Dat is één. Dan twee. Als je al een licentie krijgt, of als je je praktijk mag gaan uitoefenen omdat je op de rit staat om een licentie te krijgen, dan moet je worden gecontroleerd. Snap ik ook. Logisch. Tuurlijk moet je toezicht houden. Maar DNB laat de partijen die moeten worden gereguleerd daar zelf voor betalen. Dus jij krijgt een rekening van DNB omdat ze jou in de gaten moeten houden.
Dat is de omgekeerde wereld. Je betaalt rechtstreeks aan DNB een vergoeding omdat zij jou in de gaten houden. Dat klopt van geen kant. En het wordt nog gekker. Op een gegeven moment is een aantal bedrijven in Nederland gestopt. En die zeiden, wij kunnen dit gewoon niet betalen. Het is zo duur. Dit is gewoon niet op te brengen. Dus we stoppen in Nederland. Nou, zijn DNB. De kosten hebben we nog steeds. Die zijn net zo hoog als ze waren. Dat betekent dat het bedrag voor al die andere bedrijven hoger wordt. Simpel. Ja, het is een manier van... Dat deed je vroeger in het communistische tijdperk, doe je dit soort dingen. Het is belachelijk dat dit kan. En dit is natuurlijk iets waar, kan ik me heel goed voorstellen, bepaalde partijen van zeggen, ja, sorry mensen, maar dit is onwerkbaar. We gaan weg. We wachten wel. En Binance heeft hier en daar geschreven dat ze zeggen van, weet je wat, wij focussen ons volledig op MiCA, de Europese overkoepelende, of Europese Commissie overkoepelende, EG overkoepelende, sorry, EU heet dat tegenwoordig, overkoepelende wetgeving, die vereist dat je in één land een geldige licentie hebt. Dan geldt die voor alle andere landen. En daar zetten we de focus op. In plaats van nu proberen gelijk te krijgen van DNB, proberen die licentie te krijgen, waarom zouden we, weet je wat, we kunnen onze tijd en onze energie wel anders besteden. Het kan zijn dat dat een reden is. Het zou mij niet verbazen. En dan kan ik alleen maar respect hebben voor het enorme geduld dat ze hebben gehad bij Binance om er bovenuit te komen. Kijk, Binance heeft een enorme boete moeten betalen aan DNB. Ze zijn de enige die ooit een miljoenen boete hebben moeten betalen. Dat is, als je over nadenkt, klopt iets niet. Er klopt gewoon iets niet. Oké, okay, genoeg over. Dat was hem, denk ik. Graag gedaan aan iedereen die mij nu even bedankt voor alles wat, ik de afgelopen anderhalf uur heb verteld zo'n beetje. Nog even naar deze chart. Tot slot, altijd leuk om dit soort dingen te zien. Kijk wat er is gebeurd. Er kwam hier een cross. Ik zei het al, de lijnen komen dichter bij elkaar. Dat is niet per definitie een teken dat het lekker blijft gaan. Hier komt een cross, die gele MACD-lijn kruist nu door zijn eigen signaallijn heen. Dat is een bearish signaal, een trend reversal signaal en een momentum reversal signaal. Het histogram wordt weer rood. En we hebben drie candles op rij gehad. 1, 2, 3. Die alle drie sluiten onder de MA20. Dat is voor mij, luister maar naar de podcast, een bearish signaal. Weggewezen uit de trade. Gelukkig, we waren er al uit. Met een eigen geldje, want dat is het vanavond geweest. Dus ik heb helaas geen spectaculaire verliestrades kunnen laten zien. Sorry daarvoor. Misschien volgende week, je weet maar nooit. Ook geen interessante yo-yo's en dergelijke. Het is er gewoon niet naar wat volume betreft op het ogenblik. Maar we hebben veel leuke vragen gehad. Ontzettend bedankt daarvoor. Echt waar, waren echt super vragen. Ik heb een paar opgeschreven. Daar gaan we meer mee doen. Zoals gezegd, morgen zie ik je bij de volgende aflevering, of hoor ik je in ieder geval, of je hoort mij in ieder geval, bij de volgende aflevering van de CryptoCoiners podcast. Dan morgenavond is Kay van er in zijn CryptoCoiners clubhuis, www.cryptocoiners.nl/clubhuis. Mis dat niet. Dan hebben we zaterdag de clinic, live clinic technische analyse. Daar gaan we alleen maar praten over bullish bands en Kaplan channels en trendlijnen en trends en momentum en nog veel meer. En dan hebben we aanstaande maandagavond op Patreon de volgende mini-clinic. Geld en je brein is de werktitel van die clinic. Wordt een, naar mijn mening, hele coole clinic. Ik ga dingen vertellen die ik nog nooit eerder in de clinic heb verteld. Dat is dus op Patreon. Dan hebben we dinsdagavond een webinar van Kevan. Dat gaat over chartpatronen. En dan is het alweer woensdag. Dus je komt gewoon bijna niet om ons heen als je livestreams wilt. We doen er meer dan genoeg op dit ogenblik. Leuk dat je erbij was. Prettige avond. Geniet van het niet zo hele warme weer meer, gelukkig op dit ogenblik. En ik spreek je heel binnenkort weer voor iets nieuws bij CryptoCoiners. Tot dan, dag allemaal.